Oh lé, lé. Oh la la. Qui ne sautait pas, n'est pas bruxellois. Noyes. Oh lé, oh, lé. Oh la la. Qui ne <eating> sautait so, pas, n'est pas bruxellois. Noyes. Oh lé, lé. Oh la la. Qui <mix> ne sautait pas. Oh. oh. oh il y is, is, si, a un text. autre texte ça c'est Sina? Ça c'est un texte. c'est un texte. Fuck, Anderlicht, man. Quoi, il s'est Voor de guest introduce, ik kon gewoon, gewoon melden. Begin het seizoen, hij was op zijn huid. Sandaar staat boven aan de licht in de rankings. All All right. plus, on plus was een shit. Heel nee, shit. Dat was aardig. Fakke iedereen, welkom bij de Naamse Voetbal Show. Ik ben je host, Brian Svaz de Swaarsenwaart. Vandaag hebben wij twee special guests. De eerste guest is hier, Phantom. Vandaag is dat geen Alexander, vandaag is dat Phantom. Of is het Tony? Oké, okay, Phantom. De uh, special, special, special guest is. Tuur Dirix, de, de flankspeler van Westerlo. En de andere special, 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 special guest is Landy Liceba. Dat Landi, is echt dom, Dat <laughs> is echt dom. Blijft gewoon. <laughs> nee, maar uh, Tuur, welkom. Hoe voel je je nou vandaag? Dankjewel. Oh. Uh, goed, ja. Als je, als je wint thuis, licht, is het altijd een uh, leuk gevoel. Tegen wie? Anderlicht. Ah. En <laughs> jij bent fan van? Barcelona. Waarom heb je drie clubs, hè? Vandaag is dingetjes. Hij ah, weet je wanneer hij kan switchen. Denk oh. Nee, maar. Uh, Ten eerste, boys, de eerste vraag van altijd is, hoe was jullie weekend? Ik ga eens beginnen bij Andy. Nee, sorry, bij Landy. Landy, was jouw weekend? Want je nee. hebt heel veel sushi, heb ik gezien. Huh? huh? Nee, nee, ik heb een heel rustig weekend gehad. Uh -huh. uh, wel een verloren wedstrijd, maar veel lessen uitgetrokken. Okay. En voor de rest uh, was ik zaterdag de hele tijd op de club. Heb ik even voetbal gekeken. was dus ik vooral uh, met heel de, de jeugd bezig over ik zo een beetje tactisch uh, bijbrengen van voetbal, want de meeste is vaak gewoon dribbel, dribbel. Maar ik heb echt tijd om met uh, jongeren met te praten over echt voetbal. Uh, en uh, vandaag uh, uh, repeteren, we eens dus even uh, lina gaan checken, uh, dus dat ze loopt en zo. Ja, zo zo jij dat? Ja. <laughs> ah, lina gaan checken, dat is gewoon even. Ja, ja dus dat loopt fietsvees. Ik is al twee kilometer gelopen en aangemoedigd en zo. <laughs> en uh, dat ziet nu ben ik hier. Ja, ah, ik kan stuk. Tuur, hoe was jouw weekend? Beginnen op vrijdag? Rustig. Uh, een beetje zo, uh, gewoontes. Twee dagen voor de wedstrijd gaan we meestal met een paar van de ploeg naar, uh, naar het badenhuis. En dat is een soort wellness, warme baden, koude baden. Een beetje recup van de, van, de, van, de, van de zware week, trainingsweek. Huh? En een beetje voorbereiden op, uh, op de match die komt. En dan eten we ook samen, kijken de wedstrijd die je uh, op tv was. Ik denk dat dat nu uh, Sint-Ruijden standaard was. Oké. Okay. Dus um, we doen dat altijd wel samen? Ja, yeah, met man of drie, vier. We hebben daar zo vorig jaar een gewoonte van gemaakt. Uh, mijn zus kookt daar meestal. Uh, uh, meestal wel. <laughs> uh, en dus was rustig. en dan op tijd gaan slapen. Ze zaten er opnieuw getraind. En dan uh, veel, veel voetbal gekeken. Dan ik zat er namiddag Helemaal ja, dat er geen Premier League was. Maar... Ja, ja. Als wel, Premier League niet speelt, is het zo'n saai weekend. Ja, dus je kunt zo niet zappen. Je moet meer bij Belgische, Belgische wedstrijden blijven. En ook een beetje in Duitsland gekeken. En dan vandaag uh, ja, was, uh, was die dag. waar is uw vorige club in het buitenland? Of heb je daar niet? Uh, wel, Real Madrid. <laughs> Toko's. Al van, al van heel, al van FC heel, heel. Aura, Let's go. Nee, dat is altijd hetzelfde, man. Nee, ik ben, nee, ik ben beu. Nee, ik ben beu. Ey, maar wat als... wil mensen Ik wil een zeggen? Newcastle fan. Maar wat moet je dat mensen zeggen? Ik wil Newcastle. Kent jij eenmaal? Nee. Nou, Daar mee we... broer. Iedereen is Real bro. Oké, okay. waarom ben jij Real Madrid fan? Het is eigenlijk begonnen toen uh, Diego Ronaldo uh, voor uh, Real heeft gekozen. Uh -huh. ik was toen nog niet zo oud, ik vijf, zes jaar. En uh, sindsdien altijd, uh, altijd Real van gebleven en, ook eens, uh, ik heb trouwens de laatste el uh, gezien waar Ronaldo en Messi beide op het veld stonden. Hart. Dus uh, dat is die een, dat is waar uh, Messi dat uh, dat truitje zo uh, omhoog hield. Dat voelde goed hè? Ja. Uh. <laughs> <laughs> maar, dus ja en, en uiteraard als je als een ploeg veel, veel wedstrijden wint en de Champions League een aantal keer wint uh, helpt dat. Wij je nu de mooiste Real Madrid herinnering? De allermooiste? Uh, sowieso, de, sowieso de Champions League finale tegen Atletico, waar uh, Ramos in de, in de laatste, laatste minuten de gelijkmaker maakt. Ik, herinner me nog dat, ik weet niet of dat, dat mijn zus dat nog gaat weten, maar ik, ik herinner me dat, dat we toen een, een feestje hadden bij ons thuis, bij mijn ouders thuis nog, met redelijk wel vrienden. Hm en ik uh, heel hard uh, Real Madrid fan en heel veel uh, Barça fans onder mijn vrienden dus anti <laughs> Madrid fan sowieso ook heel erg dus dat was een heel, uh, heel uh, en op het moment dat hij scoorde ben ik op mijn knieën door de tuin gegaan uh, bij die goal van, uh, van Ramos dus was was fenomenaal <laughs> dus, ja, man, dus is, het is leuk kijk, was leuk uh, boys eventjes aan jullie te vragen Barcelona fan uh, Lausanne fan uh, wat is jullie mooiste <laughs> herinnering bij jullie clubs puh mijn mooiste herinnering is um, met Barca ik denk dat de, ah, nee, ah, ja, die 0-2 die, nee, die die op uh, Real, waar Messi twee keer scoort, mm -hmm. ja, dat is de mooiste is. Omdat niet de 1 van de 5, 1 of 6, 2 of wat het ook was? Nee, omdat dat de moeilijkste was volgens mij. Is die wedstrijd waar Messi zo uh, van midden. Ja, van van de, ja. ja, dat is de mooiste is, omdat dat zo voor mij ik was er, die wedstrijd misschien zo echt het hoogtepunt van. van ik heb één speler zien echt Domineel, beter man. zijn dan de rest of ja. zo. En alles was gemaakt zodat hij niks zou kunnen doen die dag. Ja. En dan heeft hij op één moment zo iets gevonden. Ja, dat echt wel... Je ja, van eerst. Yes. Okay. Um, Wat is uw favoriete... Is... Nee, nee, nee. Nee, doe verder. Doe verder, doe verder. Ik liep soms, echt wel. Je bent nu gewoon liever op stap drie. Ja, oké. Ik zei niet niet de keer, dat Liverpool tweeën. Dat? Wat? <laughs> Moeiem, ik weet het niet. Ik zou vandaag een andere programma op de 3 zetten, maar... <laughs> <laughs> ja, hij wisselt elke keer Het enige nee, nee, wat telt is één, hè. twee en drie zijn Brusselbaan. <laughs> <zo> man. <laughs> ja, ah, broer, Liverpool heeft niet gespeeld dit weekend, dat ga ik zeggen. Hij oh, ja, ja, is ook shit bezig. Je het zo, ah zo Hij <laughs> <They're just laughs> <as sauce, laughs> huh? yeah. is gewoon zoals soos, Ja. Weet je wie jij bent, Afoe? Een bad Doe verder. Doe verder. Landi, wie is jouw mooiste... Ah, de mooiste idee. herinnering is eigenlijk een, een trieste herinnering, maar... 1 het... ah, Dat is, ja, niet, ik nieuw, ook, dat is niet nieuw. 1-4 nee, nee, Barca. Nee. Maar dat is wat tegen Barça. Finale de... tegen Barca. De verloren finale. <laughs> Shit, Omdat dat gewoon... Dat is je mooiste herinnering? Ja. Omdat dat, is, dat is het ik meest... Denk je, ik denk ik begrijp dat jij ik ik begrijpt niet begrijpt. Jawel, jawel, maar <laughs> luister. <luisteren>. Sorry, ik <laughs> confesse. <laughs> <laughs> nee, nee, maar wat ik bedoel is gewoon Dat, ben, dat is het enige moment waarbij ik voelde dat we echt iets betekenden, Europees. Snap je Nee, ik ben vroeg, serieus. Ja. Zijn ja. Maria? Oh, maar nadien, gemakke, nadien, ik ben verloren. Mario, tuurlijk. Ah, piet. Maar bro. Heb je dan voor de rest van de tijd het gevoel dat jij niks betekent? <laughs> nee, we, das, we zijn gewoon zo. We zijn er om te zijn. Ja. je? Dat was zo Champions League, oké, okay, we de... zijn extra balletjes. Zeg je? In, top vier sowieso. <laughs> we geraken sowieso te, na, allez, bij de tweede ronde, met de van oké. Okay, Snap je? Aanvulruimte. Dat is gek, man. Dat is je mooiste herinnering is. Dat is zo, weet je wat jullie zijn? Nee, jij moet niet praten, bro. Jij bent klein, gaan naar de kapper, ik mee. had nog begrepen dat jij de halve finale tegen Real zegt. Maar niet de finale. Maar niet de, nee, finale ja. maar de finale. De finale bro, blijft, blijft, blijft meer in mijn hoofd. Kapper, jij bent klein, kinderzitje, je gaat erop zitten. <laughs> <laughs> jij praat <echt> veel. <laughs> bro, 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 ik ik niet veel. Ik heb... Vraag naar 3. Bro, je bent niet geboren. Ik heb niet geboren. Jij bent niet geboren, bro. Ik wil persoonlijk niet weten wat je vindt. Ja, niemand wil dat weten. ja wat Jawel, hè? Dat is de eerste keer die mij mag. Ah, mooiste... draaien. Nee, nee, mijn, mijn mooiste United training uh, was toen ik als, denk tienjarige naar Manchester ben, ben geweest. Denk, ik heb dat, al... Heeft dat, heeft ik dat heb al... nog verteld? Nee, 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 nee. Dat is een andere, dat ik heb dat al gehoord. Ik ben naar uh, Old Trafford gegaan. Dat mm. uh, was een hele scan van mijn moeder van, uh, ja pak je spullen mee, we gaan naar een, gaan naar een feestje of zoiets. Hey, ik denk op dat feestje, Drogba gaan daar zijn. Ik weet niet hoe, maar Drogba ging er zijn. Nee, want weet je het ding is? Ik ken zo, in, in mijn cirkels, in mijn cirkels kennen zo mensen die zo kompanie kennen. Dus ik denk van, ah, ik ga toch goed ik weet niet waarom. bo kom aan, hè. Maar iedereen heeft zo'n zo tasje van Man United, en er zijn zo'n clues. Hey, ik heb bijtjes, ik heb dat nooit geraad. bo de clue was, ik ga naar Man United. Ik heb dan uh, met, de, met de bus naar Manchester gegaan, de boot gedaan, uh, ik heb Old Trafford gezien en bij mij het moment zo van... Hoe, ja, dat ik besef hoe groot dat voetbal was. Dus zo van, ik zie 75.000 mensen in één stadium. En ik begon te hyperventileren. Dat is funny. En mijn Madrid zei zo. Allee, dat is niet grappig. Hè, nee, dat nee, is funny. funny. Maar mijn Madrid zei zo. Als jij nu flauw was. <laughs> <laughs> we, we, hebben, we hebben een dag op die boot gezeten. We hebben moeten rijden van... Deja van... van, 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 ah, van, van uh, niet van Calais. Van Dover? van Dover? Helemaal. Maar de Manchester met de Zit Als jij nu vlaaf had, bro, ga je de <laughs> Ik heb die Gimai gezien, ik heb daar ook mijn eerste truitje kunnen kopen. Ik heb een ja. tour gehad de dag daarna. Dat was wel mijn mooiste ervaring, omdat het de eerste keer was dat ik Manchester ben gaan zien. Hart man. En dan ga ik zeggen, vorig jaar. Ik heb een auto gezien in Manchester, in United. Dat was voor mij wel mooiste ervaring. Bon. We zijn blij voor jou, Brian. Thank you. Dank je. Thank, thank, thank you. Fuck you. Doe je broertje aan, man. <laughs> um, oh. <laughs> ik ga beginnen met uur. Wie is jouw MVP van dit weekend? Mag ik nog steeds 5 euro gokken? Nee? Je mag gokken? Je zus. Klopt. Ah, echt? Ah oké, okay, ik heb terug mijn MVP dan. Ja. Oh, joh. Zeg maar. Nee, omdat... Uh, om verschillende redenen eigenlijk. maar vooral hoofdreden uiteraard. Omdat ze, omdat ze vandaag Marathon van Antwerpen heeft uh, uitgelopen. Dat is niet meer zwemmen en fietsen blijkbaar. Dat is, Dat is een, een marathon. Een triathlon. Ja. Pitaan. Wow, joh. Ah, geweldig. Dat kan echt niet. Hoe, hoe, hoe verstaat je dat niet? Marathon en triathlon. Hoe verstaat je dat niet aan? Ze heeft 42 kilometer gelopen. Ja, ik was zelf aan het spelen op het moment dat ze daar heeft uitgelopen. Maar uh, ik had uh, vooraf gezegd dat ik het uh, niet geloofde dat ze dat, dat, ze dat kon. Oké. Okay. Ik heb er zelfs uh, wetenschap voor aangegaan. Die ik met veel plezier uh, verlies. Maar uh, ik vind het wel straf dat ze op twee maanden tijding, tweeënhalve maand. Uh, Okay, ze was wel sportief, maar ik denk niet dat ze wij of, of eender welke topsporter die daar niet voor traint dat hij daar zomaar kan uitlopen. Dus ik vind dat wel stel dat ze heeft gedaan. Dus uh, vandaar uh, toch een, 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 een blijk van waardering naar haar toe. Wat was dat uh, de schaal? 100 euro. Ah, oké. Okay. Niet zo kaal kaalsjeren of zo. Geen maar niet creatief. Nee. Nee. <laughs> Roze shirt of zo. Ik, weet ik, kan, niet. ik kan nu zweren dat ik voor 100 euro geen 42 kilometer loop. <laughs> ik heb tegen jou gezegd, voor geen geld in de wereld. Nee, man. En ze zij zegt 100 euro. 100 euro. Shalinde, <laughs> man. Schap ja. aan. Ja. Respect sowieso. We... Ah, Piet. Uh, 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 sorry, Phantom, wie is jouw MVP van dit weekend? Mijn MVP is uh, Remco Evenepoel. Oké. Okay. Hij uh, heeft de Ronde van Spanje gewonnen. Wielrenner. Ex-NRP, de ex-Rode Duivel. Um, en gewoon omdat dat... Ja, plus 40 jaar geleden is dat België nog eens een uh, wielrenner heeft gehad. die een grote ronde wint uh, ja, in het wielrennen. En zoals ik altijd zeg, ja, we moeten onze kampioenen eren. Hij is 22, denk ik. Hij is, gewoon een, ja, hij is, hij is jong, hè? Ik hoor hem al jaren. Dat is langer. generatie Verscharen, die waren samen in de jeugdploeg, als ik me niet vergis. Ah, ah ja, ja, de ja, belly. Hey. En, um, en vooral, die heeft, ik denk een jaar geleden of twee jaar geleden, heeft hij zo'n heel grote val gehad. Uh, onder onder Ziekhuis, ja, ziekenhuis gelegen, operatie gehad, al die dingen. Hij komt terug en hij scheurt echt iedereen. Um, en ja man, kampioen moet je eren nogmaals, dus daarmee zijn mijn MVP. En door hem is mijn vader al drie dagen aan het feesten, dus ik heb thuis. Over spelers of over arteter gesproken die een blessure meemaken en dan mm -hmm. terug weer scheuren. Tuur, je hebt wel een heel goede seizoensartiest. Is er een bepaalde reden achter? Ja, ik, heb, uh, ik kom terug van een uh, zware kruisbandblessure uh, die ik vorig jaar heb opgelopen in oktober. Ja, en ik moet zeggen, ik heb wel uh, mede dankzij mijn zus uh, de perfecte omstandigheden. Om, om... Je hebt heel veel positieve woorden te zeggen over haar zus. Ja, ik sorry. moet zeggen, ik heb haar al heel lang. Uh, ik, ze zit vaak in de schaduw, maar ze heeft wel heel veel voor mij gedaan de laatste zes maanden. En, uh, ik heb dat misschien nog te weinig uh, tegen haar gezegd. Ik ben sowieso niet de type die dat graag uh, zegt tegen haar. Maar daarmee, uh, ik moet zeggen, dat, zij heeft ook haar in. Uh, altijd voor mij gezorgd. Want de eerste weken kun je niet veel doen als je zo'n zo zware blessure hebt. En ik heb heel hard gewerkt ook gewoon uh, voor op mezelf. En uh, ik denk dat dat ook gewoon de reden is omdat ik nu uh, mijn goed voel fysiek terug ben. En, en na zo'n korte tijd, want ik ben tien maanden geleden pas geopereerd, uh, al terug Zit... met mijn een van mijn beste, ja. Allee, mijn beste niveau. Of misschien nog niet mijn beste niveau, maar toch wel een goed niveau. Al. Dus ik denk dat, dat, dat ze altijd hard work, pays off. En ik denk dat dat, ik denk dat dat echt zo klopt. Gewoon. Dus, uh... Vanaf dat jij terug op de velden stond, al is het maar lopen, trainen en al die dingen, heb je een periode gehad. Van ik ben bang om in het duel te gaan. Ik ben bang om voluit te gaan, of was dat de snelheid. Ja, ik ben sowieso niet iemand die, ik ben sowieso niet iemand die, uh, die veel in het duel gaat. Dus dat is sowieso wel geen probleem. Maar, <lacht> <lacht> maar, maar, maar je wordt waarschijnlijk wel veel neergehaald. Daar ja, ben je gezien van <laughs> dat. Daar <laughs> dat je gezien van <laughs> ja. Maar ik heb, ik heb de chance dat ik het ook al meegemaakt heb links, dus ik wist een beetje wat er me allemaal te wachten stond. Dus daarop heb ik wel redelijk goed kunnen anticiperen. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk veel minder schrik of veel minder twijfel heb gehad dan bij mijn eerste keer. Okay. Uh, en dat is ook wel goed, want als je daar begint over te twijfelen, dan is het beter dat je niet meer, uh, niet meer speelt. Maar het is wel zo, je, je denkt er wel veel aan. Natuurlijk. Ja. Ik heb nu ook de pick dat er in mijn ploeg twee, uh, twee jongens de afgelopen drie weken allebei ook karasmet hebben gescheurd. Het zijn allemaal twee jonge gasten, dus dat is, je weet wat die, dan, wat die gaan doorstaan en wat er aankomt. En dat is, ja, dat is wel confronterend ook, omdat je ja, dat van dichtbij hebt meegemaakt en dat nu nog eens moet. Aanzien, dus dat is, dat is wel niet zo makkelijk. Geef je dan advies aan die speels of, of waar raad je dan aan? Ja, uiteraard. Uh, ik, op dat vlak ben ik ondertussen wel ervaringsdeskundige, dus ik, ik probeer u daar wel. Aan uh. die ook nog steeds. Dat is dom, hè? Hij <laughs> kijk naar jouw eerst, hè? Ja. <laughs> waar? Nee, maar die uiteraard, dat die jongens die hebben vorig jaar ook van het kort bij gezien wat ik allemaal heb gedaan of heb meegemaakt. Dus logisch dat die ook uh, vragen hebben. Die zitten nog ook uh, helemaal alleen in België, dus dat is ook niet zo evident als je helemaal alleen bent. Dus uiteraard probeert je die dan een beetje te helpen waar, waar mogelijk. Oké. Okay. En nog één vraagje misschien, omdat je ja, je spreekt heel veel over zus, is dat dan iemand die je, want die periode, heb je dan echt een moeilijke periode doorstaan, of is het eigenlijk door zus een beetje dat je dat hebt kunnen vermijden? Uh, ik heb sowieso dat is een moeilijke periode. Anderzijds ik denk ik dat ik misschien twee, drie heel moeilijke momenten heb gehad in die zes, zeven maanden. Uh, ik wist toch dat die eraan zouden komen. Je weet alleen niet wanneer. Dat je mentaal en fysiek uh, een beetje zo op, een, op, een, op een, om, allee, om een kruispunt staat, dat je niet wilt opgeven, maar dat je het zo af en toe niet meer ziet zitten. Ik heb daar met mijn zus ook al kunnen over spreken, maar, maar vooral ook heeft ze er de praktische zaken. Ook, uh, als je uh, van s ochtends tot s'avonds aan het revalideren bent, heb je, je s'avonds nog de, de goesting of, bijvoorbeeld, of de energie om, om nog iets gezond klaar te maken? Laat staan bij mij spreken te eten. Mm -hmm. En zij, zon, zonder, zonder zeven of zonder, uh, zonder morgen of, of eigenlijk vanzelfspreken, heeft ze dat allemaal uh, op zich genomen. Terwijl dat ook niet zo evident is voor haar, want zij heeft ook haar eigen leven en haar eigen bezigheden, zoals je wil weten. Dus, uh, dus vandaar dat ik, dat, wel, uh, dat ik daar wel enorm veel respect en uh, enorm veel heb aan gehad. Maar stoppen spookte wel door je hoofd. Stop er niet maar. Fuck deze. Ja, ik vroeg mezelf waarom ik weer, waarom, mm -hmm. waarom moet ik dit weer allemaal doen? Wat ja. je zo? Ik, ben ook, uh, ik heb ook een nieuwe operatie gehad uh, na drie maanden niet meer evaluatie. Dat ik een beetje benervallen. Met mijn meniscus die ook gehecht was, die heb ik opnieuw gescheurd. Mm. Dus dan bent je eigenlijk een beetje terug bij af en dat, ja, dat is niet gemakkelijk, omdat bij Westlo draai je het dan super supergoed. Uh, We gingen kampioen worden en je wilt daar een deel van uitmaken en je kunt niet. En ik ben sowieso iemand die graag in het groepsgebeuren. Ik ben niet graag op mezelf. Ik ben graag omringd door, door mensen die ik graag heb of, of, of uh, onder het volk. En je ziet gewoon van dat ging daaruit, s ochtends van s ochtends tot s avonds, helemaal <coughs> alleen. En dat ja, hoort er zot van. Heb je iets minder hard gevierd omdat je niet hebt meegespeeld? Uh, minder hard, niet, maar wel anders. Uh, ik heb het op een andere manier beleefd. Uh, meer zo als. Um, als als, um, als toeschouwer. Ja, meer als, meer als neutraal. Mm -hmm. Ik heb wel geprobeerd om, om, het, om het zo goed mogelijk uh, mee te vieren met de rest, maar het is toch, toch niet hetzelfde. Dat, dat heb ik wel gevoeld. Daar heb ik niks aan te doen. Dat doet me wel een beetje zo denken aan uh, Toen Lukaku uh, had zo'n heel documentaire op Play Sports. En dat hij ja. zei van ja, de Champions de, de league beker of de, wat was het de supercup, heb ik niet aangeraakt, ja. want ik heb niet meegedaan. Dus dat deed me wel een beetje aan denken: van, ja, ja als, als atleet of als, als speler ja Vier je dan eigenlijk die overwinning even hard mee als je bijvoorbeeld de hele wedstrijd op de bank hebt gezeten? Ah, ja, Oké, okay, misschien als je speelt in de Champions of ja, in de wedstrijden, dat denk ik wel. Maar als je bijvoorbeeld niks hebt gespeeld. Ik denk dat, dat dan... moeilijker blijft, man. Zal je dat hard vieren? Wat dan? Dat? Ik weet niet, man. Ik weet... Dat zal afhangen van heb ik heel veel gespeeld en zit ik. In... Want bijvoorbeeld, stel, jij speelt alles en in de finale. Zit... Ik heb dat ooit gehad in de jeugdploegen, dat is helemaal de... niet vergelijkbaar. Ik was boos as fuck. Ik heb de hele finale niet gespeeld, ik was boos as fuck. Ik wil spelen, ik wil winnen. Waarom vind je niet gespeeld? Omdat de trainer een bijtje was. Maar we zijn de finale ook verloren. Is hij niet de guy die altijd zegt van... Nee, maar we zijn verloren. Dus duidelijk was er iets mis. Had een beetje zwaar in nodig. weet waar je zwaar weer mis snap je? Maar ik vind dat wel moeilijk als je zo iemand bent die ook echt houdt van spelen en winnen. En al die dingen. denk ik sowieso dat het moeilijk is om 100% exact dezelfde emotie te hebben dan de jongens die daar hebben gespeeld. Maar weet je wel, uh, de, en ik denk dat de, degenen die het het moeilijkste hebben in zo'n situatie zijn tweede keepers. Want, ah ja man. Eigenlijk, die zijn... Ze kiezen eigenlijk ja. al voor een groot deel van hun de carrière van je gaat tweede of derde keeper zijn. Maar ik heb ook wel er, allez, gezien en ervaren dat zo de tweede keepers, die meestal wat gekozen zijn, ofwel zo jeugdspelers, ofwel is dat meestal een ervaren persoon die echt zo... De reden heeft. Ja, met die, dus die, vrede die Met die positie. Die, ja. En die echt de guys in het team. Die is, maar toch nog steeds. Maar, maar denk... anderzijds denk ik dat dat een superbelangrijke positie is. Ja, tuurlijk. snapte? je? Dus dat is, zo, ja, dat is een beetje dubbel. Ik denk ook bijvoorbeeld dat een tweede keeper die iets ouder is en vrede heeft met dit is mijn positie, dat hij dat wel even hard kan vieren. Omdat hij weet en voelt dat hij gewaardeerd is en deel uitmaakt en belangrijk is. Um, maar ik denk als je uitvalt bijvoorbeeld met een blessure en dat je een lange periode afwezig bent geweest, dat dat, ja, dat, dat anders ja, moet zijn. Dat speelt anders, vind ik, waar, Dan, ja. Ja. ik denk dat wel. Dus je begrijpt het wel. Um, Andy, wie is jouw MVP van dit weekend? Uh, ik heb er twee nee stop daar mee man maar de eerste is Alex nee ik serieus zorg ik niet nee nee. Alex ik Alex ja ga Alex als je nu een grap gooit nee 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 ik ben niet de moede nee 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 ik ben niet zil. ik was toch schuldig. was nog uitgeslapen nee nee waarom Bayern heeft gisteren twee weken gedaan tegen Stuttgart ah Pietje nagelsman oud nee 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 het gaat erom dat dat jij altijd zegt van Bayern heeft geen romantische coach nodig etc. en ik volgde dat deels wel maar nu had ik zoiets van moet ik het zeggen, je staat met mij op de bank. Oké, okay, ik weet niet wat je wilt doen. Roteren, noemen ze dat? Ja, ja, hij is bang niet nodig. van Barça. Hij is bang nodig. van Barca. Hij begint te roteren, want hij is bang van Barça. Dat was niet nodig. Maar het, het ding was gewoon zo, snap je? Het was ah, heel lang 2-1, je staat voor en je wilt ineens kaart defensief gaan spelen terwijl ik zoiets heb van, maar jij bent. Ah, de, de recordmeister, zoals ze die noemen. Je hebt heel die, die machine van Duitsland. En je moet het ineens zo dom gaan doen. Dan krijg je ineens een 2-2. Einde van de match, 26 e minuut. Heb ik zoiets van. Maar waarmee zijn we bezig? Snap je? Ja? Jij zegt in het begin van u dat hij zegt. Bayern en romantische coaches gaan niet. Hij doet het meest onromantische. Nee, nee, nee. nee, 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 nee. En dan maar er nee, nee. is een verschil. Hij was niet verdedigend. Nee. Ja, hij zegt niet hetzelfde nee, nee, nee. als ja, hij. Nee, hij is defensiever dan speel, maar niet, dat is niet dat hij per keer de bus deed. Ja, maar, is, ja, okay. Hij zit er gewoon een extra middel van Maar dat erop. is toch niet romantisch? Ja, heb dan, je de match gezien? Dat is toch Film ta <laughs> oh, okay. okay. oh, no. maar Ik wil dat match niet meer ta bouche! Nee, maar het klopt niet. Gisteren, luister is. Oké, oké. Altijd luisteren het mee. Komt Dus, wat ik wil zeggen is. Jij speelt al eigenlijk zonder spits. Staat 2-1 voor oké. Is maar één spits. Mane nee stond niet op. Dat bedoel ik. Ja, maar jij speelt zonder spits. Zonder spits. is zou ook geen spits. Oké, maar hij speelt toch een spitsrol Hij speelt toch een spitsrol Laat hem zijn MVP, MVP <laughs> afwerken. Hij speelt toch een spitserrol? is BC. Dit wordt wat de show nodig Dus, <laughs> Mulder stond dus <laughs> als valse negen daar. Ja. Thomas, spitsrol <not> Maar Mulder is toch geen sané. Ben je dom? Fucking. Kom gaan zo de discussie houden. Ja, dus. Maar, dus wat doet die Betty? Ja, want hij was ineens onder een 3, uh, ja, vijf, twee, whatever dan ook. Gaat ineens met vier verdedigers, ext extra middenvelders. ja zit hij helemaal vol. Maar dan heb ik zoiets van: Ja, je zet Gravenberger op. Terwijl je weet eigenlijk op dat moment: jullie zijn daar, dat. is jullie momentum. Je hebt de twee twee gescoord, Jullie kunnen eigenlijk doorpushen. Gaat er mensen bij omdat je vrolijk en mooi de bal bezit wil houden. De 30 minuten lang. Mm -hmm. Penalty. Dan heb ik zoiets van: en ja, Stuttgart, de laatste vijf minuten kwam ze ook ineens in de wedstrijd. En dan heb ik zoiets van: dat is niet wat Bayern nodig heeft. Bayern? Bayern dat is bijna een machine, snap je? Bijna zo van we staan twee één, voor, oké, okay, klaar, we gaan jullie kantelen, drie vier vijf, alles, het is gedaan voor ons. En daarom geef ik je gelijk een zin van Nagelsman. ik denk niet dat hij de uh, ultieme coach is, omdat hij nog niet, steeds niet begrijpt wat bijna eigenlijk betekent in Duitsland, Maar mijn tweede MVP dat is uh, Maxim de Kuiper van Westerbroek. Hij heeft een zeer sterke wedstrijd gespeeld. Mm -hmm. Is al eigenlijk een zeer sterke seizoen bezig. Uh, maar vandaag dat was, ik weet niet, man, die uh, hij heeft, heeft crossballen en recuperatie, broer, alles was er vandaan. Die bal kwam die volley, hij had gegooid. Mm. Oh, oké. Okay. Ah, boy heeft technieken. Ja, ja yeah. maar hij is, is super sterk. denk dat hij is uitgeleend van uh, Brugge. Mm -hmm. Ik denk dat het snel terug gaan man. Maar ze hadden hem vorig jaar al afgesproken dat hij sowieso mee ging uh, wisselen naar boven. En voor hem is dat gewoon perfect. Want ja, natuurlijk. Bent in dezelfde ploeg, hetzelfde systeem. Heeft hij al, heeft, al, heeft, al het al heeft al Champions League gespeeld. Ah, tegen Manchester. De, he? Hij heeft, uh, hij heeft uh, ja, Champions League gespeeld in plaats. Ja. Tegen Manchester. Maar ik wil, ik wil niet te veel met lof gooien voor want ik wil hem met zijn voetje op de grond houden. Het is niet maar hij is ongelooflijk, uh, <laughs> ongelooflijk bezig. Morgen training. Uh, <laughs> <toe even. laughs> <laughs> Morgen mor 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 <hums> onderuit <vreemd>, halen. <laughs> <laughs> maar nee, hij, heeft, uh, hij, is, hij moet echt. Uh, We hadden het er straks ook al over. Vandaag opnieuw een heel sterke wedstrijd gespeeld, ook twee assists voor linksback. Hij heeft eigenlijk alles om, om een grote carrière te maken als linksbak. Ik uh, denk dat het allemaal zelf in handen heeft. Mm. En zoals gezegd, ik denk dat hij voor mij de, 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 de linksbak van Brugge moet worden voor de komende x aantal jaar. Hij heeft er alles voor. Sure. En ik denk dat het voor hem inderdaad ideaal is om dit seizoen gewoon een heel hard te kunnen spelen bij ons. Uh, ja. Zonder weinig of geen druk. Ze dus kunnen ontwikkelen, elke wedstrijd spelen. En ik uh, denk dat hij klaar is om, om de volgende stap te zetten. Even een kleine vraag ertussen. Jij zegt jij bent iemand die niet in duel gaat. Kunt je goed tackelen? Ik, ben wel, ik ga wel in duel. Maar... Ja, maar zo, ik speel uit duel. Ja, ik probeer. Uh, ik kan tacklen hoor, maar. Oké, oh, dat is gewoon een vraagje. Waarom? 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 Ja, ik kon je liefst Luxback zitten op FIFA, maar dat, niet. Ja. dat, dat is. Dom, man. Man. Um, heb jij een MVP? Ja, <laughs> dat is dom. Uh, Pieter, ik heb er één, bij mijn twee twijf... keer. Ah, nou, man, man. Ja, ik weet het, man. Dat is een hele, hele dingetje. En het woord. gaat niet over de wedstrijd. Champions ja, League. Hè? Ja, het gaat niet over de wedstrijd van. Um, van dit weekend. Ik heb mijn tactische minuut gebouwd rond Bayern München. En ik heb dus wedstrijden bekeken van, zijn, van vorig seizoen. Ik heb de wedstrijden bekeken van um, het gegaan over Lio bij City en dan dit jaar ook. Uh, maar ook gewoon hoe, dat, hoe heel flexibel hij is met het gebruiken van systemen. Uh, en hij heeft ook gewoon één systeem voor mij bedacht, uh, die 3, 2, 4, 1. En ik vind dat ja, voor mij is dat gewoon... Ja, dat is genot om die tactische tweaks te zien. Ik word, ik, ik ben daar echt letterlijk gechar wow. gecharmeerd van. snap je? Ja, Hij is daar gecharmeerd Ja, man. En ook uh, ja, ja. Ja, bijvoorbeeld de wedstrijd tegen, tegen Inter deze week. En daar gaat seks over met minuut. Maar, ja, hoe de x maar Maar hoe hij zijn opstellingen weer twiecht, is gewoon zalig om te zien. Dus vandaar Nagels, man. Um, en ja, het is gewoon een jonge coach ook. Dus dat moet je dus altijd uh, verder beaanmoedigen. Ik weet het wel. Um, boys, we hebben drie wedstrijden op het schema. Uh, we gaan eerst beginnen bij Westerlo, Omdat onze guest van Westerlo is. Okay. Westerlo won vandaag met 2-1 tegen Anderlicht. Uh, Alice gaat terug weer zijn uh, zonnebril aandoen. Die van Andy's. Dankjewel, Andy, voor de zonnebril. Um, ik ga eerst beginnen bij iemand die op het veld stond. Duur, wat vond je van de wedstrijd? Ik denk dat we een, een vrij volwassen wedstrijd hebben gespeeld. Dat we, het was een vol stadion ook. Ik denk dat het de eerste keer was in vijf jaar, blijkbaar. Ah, op voetbalmanager. Ik heb jullie gespeeld vol. Voetbalmanager <laughs> wow, manager, carrière komt Dat da, da, kan toch niet? Dat Broe, kan toch niet? Dat da, da, was een yeah. 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 headline. Hij leeft het eigen weer. Voetbal manager, kom ik zoent. <laughs> oh joh. Um, dus ik denk dat we, denk dat we met de sporters achter ons dat we wel wisten dat we, dat we, een, dat we een goede wedstrijd konden en moesten spelen. Ook omdat de uh, niet, meer zo, niet zo goed bezig is de laatste tijd en ik denk dat het ook niet meer het ander is van vroeger, sorry, maar het is gewoon zo. Ik speelt uh. er niet, dus <laughs> 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 um, Nee, ik denk dat we veel kansen hebben gecreëerd, dat we, dat we zo goed als altijd baas waren in de wedstrijd, dat we heel weinig hebben weggegeven. Um, en dat we dan uiteindelijk verdiend 2-1 winnen. Het, is wel een beetje, het was een beetje spannend nog op het einde, omdat we die, die gelijke kregen, maar ik denk dat we... Ook met de, met de invallen hebben getoond dat we getoond dat we een sterke ploeg zijn en dat we thuis uh, toch tegen iedereen kunnen winnen. Ja. Alex? Leuk om te zien vandaag. <laughs> ik denk dat de sfeer in het stadion ook top was. Uh, het was ook een zonnige dag. Anderrecht. Dat lag er heel goed bij, vond ik ook. Uh, <laughs> ik denk dat Westerlo zeker een ploeg is dat ik deze jaar uh, zelfs live zou willen gaan bekijken. Tuurlijk. Ik vind het systeem ook uh, leuk. Van uh, meneer De Roek, heel goede coach. Uh, en ja, een paar jonge spelers. Ik zag uh, Shadley een uurtje spelen. Ik heb uh, Igor Vitokele gezien, die ook gescoord heeft. Chad Vitokele, een beetje een Jupiler Pro League veteraan. Dus uh, Westerlo was zeker een ploeg die mij kon bekoren vandaag. <laughs> ik moet zeggen, maar ik ga niet zeggen. Een ander licht? Een ander licht? Ah, waar te beginnen? <laughs> Kijk. Doei Brullet, doei Kijk. Voor <laughs> de oogcontact. Peter. <laughs> Peter en Wout, of wat, ik weet wel zijn voornaam is. Bel mij gewoon. At this point, at this point denk ik dat... Ik, ik heb dat vaak als grap gezegd, weet je, anderen, mag me altijd bellen en zo, maar het is de moment. Maak een, 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 een rol aan, die heet cultuurmanager. Geef mij een salaris van 3,5 net, met maaltijdcheck en een waggie alsjeblieft. Ik ga er zelf niet meer rijden met de waggie, maar geef toch maar. Tank een tankkaart. Een tankkaart. En laat mij alles uh, gewoon ja, terug in orde zetten, man. Want het, het lukt niet, man. De coach past niet bij de club. Ik heb niks tegen de coach, maar het past niet bij de club. Transferbeleid is niet top. Uh, ploegen zijn niet meer bang van ons. Damn. En als een wisselspeler speel dat zegt, dan betekent dat veel. Nee, dan. maar dat is ook zo. Want ik denk, oké, okay, nu even serieus. Je zit ook al heel lang in eerste klasse Belgisch voetbal en al die dingen. Had je dat tien jaar geleden kunnen denken, ik, dat ik, clubs echt met de insteek gaan ik, van we gaan winnen Ik, ik herinner anderen. me nog dat we een tijd met Club Brugge gingen voetballen op Anderlicht, en dat dat toen 18 of 19 jaar geleden was dat Club Brugge had gewonnen op Anderlicht. En ik, en, ik denk, en ik denk nu dat, dat, dat er geen enkel ploeg is, met alle respect, die naar Anderlecht gaat ja, en van dit gaat moeilijk worden vandaag. Ook als je bijvoorbeeld ziet, oe, met alle respect voor de supporters van Anderlicht, maar hoe zij heel de match op hun eigen spelers, op hun eigen club aan het roepen zijn, aan het uitschilderen zijn. Is gewoon, dan, dat, dat geeft gewoon een perfecte situatie weer van hoe dat nu oh, in de club toe, aan toe gaat. En dat is echt niet goed. Maar ja. is dat iets, want je zei nu bijvoorbeeld bij Club Ruggen was het 19 jaar geleden dat je dat je gewoon op aanlegt. Is dat iets dat je meeneemt naar een wedstrijd? Weten dat er zo'n statistiek loopt. Mm -hmm. Als spelers niet echt, of toch niet bij mij persoonlijk, maar dat wordt wel aangehaald. En dat geeft toch wel iets weer van hoe dat, uh, hoe dat het de afgelopen jaren aan toe is gegaan. Wie haalt dat nu... dan aan? Oh, ik denk dat dat toen in het tijd. Prodoem was die de aanhaald, was extra om te triggeren, denk ik. Ja.

Niemand heeft schik van standaard. Dus hij scoort tegen standaard. Hey, 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 hey. Oh, dat kan hey, niet. Dat kan niet. Niemand heeft nog nee, ja. 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 <laughs> schik van standaard, om maar een voorbeeld te geven. Maar, en dat is gewoon jammer ook, omdat daar wel twee topclubs waren in België. en een leuke sfeer, uh, ook Europees. Maar daar blijft gewoon niet veel meer van over op deze momenten. Dat is jammer. Als tegenstander, is dat raar om nu anderlicht in een 3-5-2 of zo te zien voetballen? Ik vind het. Vroeger ging je toch naar anderen kijken, omdat er een aantal spelers rondliepen die individueel. Op jezelf op de wedstrijd konden beslissen nee. en, en echt daarvan vanuit het zuiden gingen. En nu moet het van, met alle respect, een 16-jarige zijn die invalt met de rust, dat in mijn ogen op dit moment hun beste speler is. En wat wel het an de DNA is, mm -hmm. uh, Duran Vulden, ja. zo dat hij dat noemt, van hem wel invallen, maar dan heb je wel een probleem als een 16-jarige op dit moment uw beste en gevaarlijkste speler is. Nee, maar ik ik snap ik. Het. nee, nee, maar, maar ik snap wel. Ja. Ik begrijp het. Weet je, je, je hoe lang deze shit aan de, aan de hand is? Het is echt. zelfs met René Weiler. daar. We hebben kampioen gespeeld, hè. Maar hij speelde bro, tegen van voetbal, man. Met Frank Asiamponga. Mijn respect, Frank. <laughs> Ruina, love me. Bro, was Hij mee bezig, man. was zeiden, bah, par contre, par contre. Shout-out Duranville, man. Hij geeft mij doku-vibes. Ik hoop dat ze niet alles op hem gaan leggen, want ze hebben dat ooit met Luque Bakke ook gedaan. Die zijn niet in problemen. Dat is zo super shit. En Luque Bakke is gestart tegen Brugge zelfs. Zo zijn eerste wedstrijd. En dat is zo typische anderlecht shit. United doet dat ook. Het gaat niet goed Starboy. Ja, het gaat niet goed Starboy hier. Wauw. Snap je? Ja. Maar dat kan echt tegendraaien. Snap je? Maar die Duranville heeft iets. Hij heeft iets gezien. Hij is snel. Ik heb eerlijk gezegd nog niet veel gezien. Hij is echt wauw. Is dat geen probleem voor Francis Aboezou? Hey broer, kijk. Want, er is een tijd van komen en is er een tijd van gaan. Want ik had wel zo toevallig op Twitter zien passeren een, een, een kleine stukje over MoF. En de eerste training van Mazou, waar hij dan spreekt met Amoezou. En dan zegt van, ah, ga je blijven, ga je blijven, ga je blijven. Maar dat Francis zegt van, ja, ik ga blijven. En dat merk je ook wel. En dat is iets wat hij, ja, gewoon zelfvertrouwen geeft aan een speler. Van een coach spreekt u aan op de training, vraagt of je gaat blijven. En daarna op het einde zegt hij nog van, ja... Dit jaar ga je spelen, ik weet mm -hmm. hebt niet veel is, maar dit jaar ga je spelen. En dan zie je wel, en dan moet je ook toegeven, dat is een start van dit seizoen, was wel top. Ja, maar kijk, ik denk, ik denk oprecht dat een rechtsback en een linksback van een ploeg veel meer schrik zouden hebben van Amoezo Duranville, die echt van voor staan, als ze zijn wingers, mm -hmm. dan ze zien ja. afkomen van, van de... als, als wingback nadat ze achter Tuur hebben gelopen en hij loopt ook fucking veel. Nee, man, kan niet. Is dat iets. Dat een coach bij heeft gedaan dit jaar bijvoorbeeld Want je had vorig jaar niet gespeeld maar toch wel een respect meer bij had, van, kijk ik weet dat je vorig jaar niet hebt gespeeld komt aan blessuren maar ik denk dat, dat ik dat met, met Jonas Roek wel heb gehad ik, um, het jaar daarvoor met Bob Peters ik had wel redelijk wat gespeeld maar niet super en de poek dat je, ook niet. Dan weet je dat het moeilijk gaat worden. Wow. Wow. Ah, die was die was, dan wist, je wow. dat ja, dan wist je dat wist je Maar Hij heeft me wel direct de eerste dag bij hem genomen en gezegd van kijk ik weet wat er allemaal vorig jaar is gebeurd en dat het niet gelopen is dus zoals jij wou zoals wij wouden. Maar ik wil dit jaar wel uh, mijn nieuwe lijn. Ik verwacht dat en dat van u. En dan kunt je op mij rekenen op dat en dat vlak. En vanaf dag één klikte dat. En, uh, en dat werkte ook goed. Uh, begin van vorig seizoen, voordat ik gekwetst raakte. En uh, we hebben van, uh, dit jaar gewoon die lijn doorgetrokken. En, en ik voel dat, uh, dat we elkaar wel vinden. Er, is, er wordt niet te veel over gesproken. Dat hoeft ook niet voor mij. Maar we weten allebei op dat vlak wel goed wat we elkaar hebben. En ik denk dat ik da, dat, dat voor mij ook het beste werkt. Oké, okay. Dirk. Ik heb twee vragen: Eén voor u en één voor u. Ik ben nee. bij u. Nee. Nee is, dat geen, nee, is dat geen verlies, Jonas de Roek? Dat weet ik niet, maar soms denk ik misschien dat hij een kans moet krijgen bij ander Ja? Ja, toch wel. Oké, tweede vraag. Uh, ja, ik heb er net ook mee over gesproken. Want je was aan het zeggen van uh, de Westerhuis. Je hebt eigenlijk veel matuurder gespeeld als als gewoonlijk. Je hebt ook gezien de nieuwe transfers. Er kwam een nieuwe Turuk, Chad er ook bij. Uh, denkt jij zo. Uh, gewoon heel hypothetisch met de ploeg die je hebt. Top 8. Pff, dat is heel moeilijk om daar. Toch? Ik denk dat, we, denk dat we, als we, als we realistisch moeten zijn, denk dat we daar net onder moeten denk dat we daar net onder kijken. Mm -hmm. um, omdat dat ook gewoon zien dit jaar, dat we dat buiten, denk ik, drie, vier ploegen. Ik heb het dan over een op een Brugge, een Genk, Union misschien. En een Gintas in vorm zijn. Dat dat de ploegen zijn waar die heel moeilijk te verslaan zijn. Maar ik denk dat daaronder iedereen van iedereen kan winnen. Dat de competitie ook heel aantrekkelijk maakt dit jaar, maar het ook heel gevaarlijk maakt, omdat er ook drie zakkers zijn. Mm -hmm. en ik denk als je twee keer wint of twee keer verliest, dat het er niet helemaal anders kan uitzien. Ja. Dus het kan zomaar, maar ik zeg, we hebben niet die ambitie, dus we hebben vooral die ambitie om, om, om echt, dat is cliché, maar echt een rustig seizoen door te maken. Ja, we hebben heel veel jonge spelers, we ook, ook heel veel spelers die nog nooit op het, eerste, op het hoogste niveau hebben gevoetbald. Mm -hmm. Als je dat zou opzoeken, dat is echt uh, eigenlijk enorm. Dus ik denk, het kan, maar ik denk niet dat we er absoluut niet over en, uh, Ik hoop het, maar. Misschien is iets uh, tussen plat uh, vanaf 9 tot uh, 12, 13 ideaal. Mm -hmm. Het dan komt iets erop in een vroege vakantie. Maar <laughs> is dat dan niet, want je zegt tijdens de wedstrijd van ja, we hebben een heel mature wedstrijd gespeeld. Maar is dat dan niet op een moment in de wedstrijd gebeurd van... Ja, jullie, jullie maken de 1-0, de 2-0 komt niet, je raakt daarna de lat, daarna ook een goede redding van, van Kronbrugge, daarna scoort uh, Anderlecht. Heb je dan niet het gevoel van oei, die wedstrijd gaat hier kantelen? Of denk ja, je er de, echt de, wel aan? Zeker omdat we dat in de match daarvoor wel al een aantal keer hebben gehad. Uh, bijvoorbeeld op Mechelen staan we denk ik wel een kwartier voor het einde 2-4 voor. Wat enorm, wat enorm goed is. En dan, en dan geven we dat op, op, denk ik op 10 minuten helemaal weg. Uh, dan tegen Eupen ook een match die, die eigenlijk gelijk opgehaald is, daar een gelijk spel moet zijn, geen goede wedstrijd van ons. Maar toch, die moet je gewoon afsluiten met een gelijk spel komt je achter, ik mis dan die penalty de laatste minuut, maar ze zijn zo van die momenten die je ziet dat we nog ervaring missen op bepaalde, op bepaalde, vlakken, een foutje maken, tijd winnen, op de grond gaan mm -hmm. voor die bal in stand, van die kleine dingen, maar die beïnvloeden wel een wedstrijd, uh, wedstrijdresultaat. En ik vind dat we daar vandaag, uh, tuurlijk, ik moet eerlijk zeggen, ik heb er ook aan gedacht van, oh, het gaat toch weer niet waar zijn, mm -hmm. maar je ziet dan toch dat we misschien toch stappen aan het zitten zijn en met wat extra ervaring, zoals gezegd, een uh, Chatley, zoals uh, die die uh, jongen die invalt en in die goal maakt dat we toch iets volwassener zijn en dat we daar toch een match mee op de streep trekken. En Bollat die een tikje krijgt en... Nee. Exact, maar iedereen lacht ermee en het schets is constant aan het klagen op Bollat. maar hij zorgt er wel voor dat er daardoor de, het ritme wordt gebroken, dat ja. er toch rust, rust komt en dat is geen wat we nodig hebben. Nee, ja, Je gaat vorige week een puntje gemist. Ja, okay. klopt. Okay. Twee weken geleden. Wij we we geven, we geven lessen, hè? No? Ja, Dante van Zert, u direct ja. oké. Okay. <laughs> Misschien mis, mis <laughs> samen met zo'n Groupon, zo, zo, voor de prijs van één, kun je samen samenkomen. Yeah, yeah, yeah. <laughs> ik heb wel, ik heb wel uh, 7 op 8 in officiële wedstrijden. Oké, oké. Als je een tweede uh, mist, dan moet je naar dan... de, de klas komen. Over Dante gesproken, in jouw genk. Ja, man. In jouw... De val heeft verloren met 2 of 1-2 tegen Genk. Ja. Ik heb de laatste 5 minuten niet kunnen zien, want ik was Glory United aan het opnemen. Glory United kom ik zo tomorrow. <laughs> ja, uh, uh, ja, 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 ja. moet man. Andy, wat vond jij van de wedstrijd Union tegen KRC? Uh, ik vond het een leuke wedstrijd. Heel, heel opgaand. Twee gelijke ploegen. Ik heb het gezegd voor de wedstrijd, denk ik. Uh, Genk is de ploeg nu met, met het mooiste voetbal in België. Ja. Union, ik vind dat. Ik vind dat toch wel aantrekkelijk. Zeker wat ze vandaag hebben, hebben voorgesteld. Ik weet niet meer wie die speelt. Ik denk nummer 11 van Union. Ja, die is wow, technisch wow, die, van die capjes van die ja, vandaag. Sterke. Maar dat is zo technisch en, en goed. Niet zo, je ja. doet kapjes, je dribbelt en dan nou, gaat je terug achteruit. Echt deftig, snap je? Mm -hmm. Ik vond dat een mooie wedstrijd. Zeggen dat Genk verdiend gewonnen heeft, zou misschien een beetje overdreven zijn. Nee. Naar mijn mening. Mm -hmm. Maar... Samata mooi. Jij weet, hij is terug, terug thuis. Komt een beetje in die vorm en zo. En zit er wel aan te komen, vind ik. Zo. Maar het was echt nou, op zijn hoogte. Nou, ik ga kort, Ik vond Genk ik vond, ik vond, goed de eerste helft. En dan merk je hoe diep dat die kern is wanneer dat pin zo uitvalt. En dan ga je met Elkhanoes op de flank moeten gaan spelen. Mm -hmm. Transoor is eigenlijk ook al een nummer 10 die op de flank speelt. Dan ga je nog een 10 erop moeten gooien, want je hebt geen flankspelers meer. Ik denk dat ze daar wel dit jaar, wat de Frank een beetje hebben geriept, maar hij heeft geen opties, man. Hij heeft echt geen opties. Ik heb hetzelfde gevoel bij Union ook. Ja, het is ook ook. Ik heb wel pech gehad met die Luca Ooye, die is gewoon ook met Kruis. Ja, ja die, maar, die, die maar ook, dit is het eerste seizoen dat je volledig ging spelen. Je weet als jonge speler, je, je weet het zelf wel. Ja, je gaat piekmomenten hebben, maar je ook heel hard dalen. En dan heb je wel iemand nodig die een beetje gelijkwaardig is aan, aan niveau. En ik zeg niet dat die Caso is, niet gelijkwaardig is aan niveau. Maar hij is geen flankspeler. Ja, dus wel. dan moet je al een, een, een jonge ja, 18-jarige van de jeugd. Met in een Bilal Canoes op de flank gaan zitten. En dan merk je gewoon, want wat je hebt met Unwatch is ja, targetman, wat je hebt met Tresor is creator, maar wat pincel eigenlijk heel belangrijk is, hij brengt die diepte in die ploeg, dan verlies je meteen. En dan merk je wel van, ah, voetbal is nu iets moeilijker voor Gink, voetbal is nog steeds goed, maar dan die diepgang wat ze vaak zoeken met een Tresor, uh, met pincel daar verlies je dan wel vaak. Nee, dat is waar. Dat is waar, maar ik denk wel, wat ik heb. Wat ik vandaag vond eigenlijk van, van Genk en wat, ik een beetje, wat we misschien aan Franken niet geven is. We hebben het allemaal over het mooie voetbal en het mooie spel dat ze brengen. Maar ik vond de twee ploegen aanvallend spelen. Ze hadden beide winnen, ze waren alle twee goed. Maar je voelde dat Genk zo een. Een geen, meer? Ja, ze konden iets meer op ja. bepaalde momenten. Um, en op het einde zo: als je ziet, eh, Samatta komt in. Voor de corner zie je Samatta zo'n teken doen aan het trésor. En dan geeft hij die eerste paal, hij kopt die binnen. En hoe de spelers reageren, hoe hij reageert. Zo'n beetje die mentaliteit Teamgevoel, van: we gaan, ja, we gaan er 95 minuten voor gaan. Dat hij dat ook wel brengt. En ik denk dat dat ook iets was. Ah, misschien is het weer cliché zo passie en zo. Maar hij bracht dat bij Mechelen ook wel. Je zag zo dat jongens, zeker thuis, ja. ze wilden ervoor gaan en al die dingen. Als hij dat ook kan brengen bij Genk Naast het mooie voetbal. Denk ik echt dat ze een gevaarlijke ploeg zijn. En vandaag had ik dat gevoel zo van: ah, ze hebben mooi gevoetbald. Maar ze hebben het ook gewoon. Huis. ik had, had eerst heel het gevoel best. dat gen genk altijd iets gaat ging omdat ze, volgens mij hebben ze echt twee drie echt heel grote kansen dat zijn gevaarlijke zo ze, zijn groot, heel, ze zijn heel ze zijn heel dodelijk ik wil zeggen ja. hun, hun, uh, ze hebben nooit een, uh, een, een, een actie of een aanval die niet uh, leidt tot een doelkans. Dus oh. ze gaan altijd heel recht naar de goal en dat bracht die uh, Adinga van Union ook ja, die ja, was heel ja, doelgericht ja. terwijl daarvoor uh, ik denk dat een nieuw kop uitviel ja, nieuw en dan, dan uh, um, daarvoor ik hou heel erg van uh, La Poussin, ik zie hem heel graag bezig, maar soms, oké, okay, hij maakt een heel mooie goal, maar soms is hij niet doelgericht. Je kunt er geen bal van afpakken en hij is heel, het is allemaal mooi om te zien, maar soms is het niet doelgericht. En die Adrien, die, oh, die bleef en kappen, maar altijd, altijd uh, met het idee om een voorzitter of een, of een goal te maken. En ik denk dat La Poussin ook, dat, dat is het enige dat hij mist. Oké, okay, tuurlijk, hij scoort vandaag, dus misschien is dat een beetje tegenstrijdig, maar dat is echt wel wat hij mist in zijn spel. Want inderdaad, Eftels, als hij de bal heeft oh, oh. en hij is op zijn flank en hij zegt van ik ga ervoor, ook fysiek, ik zie niet veel mensen die, die hem afstoppen. Lopen. Als die nog eens weet je, 10 of 15 goals seizoen zou scoren, ja, dan is dat echt een probleem. Denk ik. Ja. Maar wist het ook niet dat La Poussin van opleiding geen winger eigenlijk was. Ja. Oh, dat weet ik niet. Dat was een centraal middenvelder of ja. zo. Dat heb ik ooit gelezen dat de eigenlijk van opleiding totaal Ik denk dat hij vorig jaar ook op, bijna elke positie heeft gespeeld. Ja. Hij uh, heeft ook al op linksbak en de rechtsbak gespeeld mm -hmm, hoor, ja. om, om te paneren. Dus mm -hmm. Dat is wel gek, als je ziet hoe hij speelt, zou je niet verwachten dat hij centraal Ja, dat is ook licht. gewoon. Uh, want hij is echt uh, heel, ja. En dribbelen constant. Ja. ja, maar dan heb je wel vaak ook met speels die gewoon je vroeg in de jeugd op een verkeerde positie zijn beland komen. Natuur. En dat wel vaak. Want jij bijvoorbeeld nu, is flank, maar ik kan me voorstellen dat je toch wel heel veel seizoenen op de linksback hebt gespeeld bij de jeugd. Boy. Ik ben hem nu al beu. Laat je gezicht, gezicht dan. Ik had me voorbereid. Ik ja. geloof je niet, meer. Ja? Hij is dom. Hij is echt dom. hij is blij. Hij is blij. Hij is nee. Heel nee? Nee. Nee? Maar ik heb nog een vraag over Annelies. Ik was vergeten te vragen. Uh, hey, Anderlecht is voorbij. Hoe nee, een nee, heel Bam, kort uh, vraagje. Ja. serieuze vraag. Okay, maar... Heeft Anderlecht een stap achteruit gezet? Nee, ze blijven staan al vijf jaar. <laughs> nee, maar ik bedoel... Nee, ik ben heel serieus. <laughs> Als je kijkt naar hè, het seizoenen met Company, je brengt een bepaalde soort brand van voetbal. Ja, je hebt niks gewonnen, maar je brengt wel een bepaalde stijl in voetbal. Nu kom je met Mazu een iets meer pragmatische uh, type van voetbal, een andere opstelling. Ben je dan een stap naar achteren? De fout die ze maken, is dat ze nergens opbouwen. Dat is de fout die ze maken. Ze bouwen op niks. Andy? Hetzelfde. Ik vind persoonlijk, maar zo is het niet de coach die hier moet zijn. Als je een coach naar company zou hebben, moest je eigenlijk een. Hetzelfde stijl. Een Zelfde stijl, een beetje. Misschien iets pragmatischer als company. Want company zegt dat. Die... Ja, ik een beetje. Ja, ja? ja, ja, ja ik een beetje. Ik vind dat wel juist. Want ik heb het gevoel wel dat laste, last, volgend seizoen de terugronde, of toch de laatste tien matchen van het seizoen. Ik had natuurlijk het gevoel dat. dat, dat Zoals we straks zeiden, schrik hebben van Anderlecht, dat dat terug een beetje aan het komen was. Door de manier waarop het gevoetbald heel, mm. heel aanvallend, heel veel kansen creëren, heel offensief. En nu zijn ze inderdaad gewoon, ze hebben gekozen voor een andere stijl, wat een goed recht was, maar gewoon op basis van het feit dat Union vorig jaar vier keer tegen Anderlecht. Ik denk de basis van dat. Denk ik ook. En, en ik vind dat makkelijk, de makkelijke misschien. Mm. Ik vind ook het feit mm. dat Kompany vertrekt voor Maren Burnley. alleen met alle respect, okay, het is vaak bij Manchester, ik weet ook niet wat er allemaal achter speelt. Oh, wilt ook wel, wilt ook wel iets zeggen? Is een bepaalde linkje is het? Ik heb er niet over nagedacht. Omdat om die yeah, Bernie om Manchester. omdat dat niet zo ver van elkaar is en dat. Ja, de, ik weet het. Maar... Of bijvoorbeeld ze gezegd. Uh, nee, of, nee, is nee, er, nee. Is er een andere link misschien. Nee, maar ik heb er niet over nagedacht. Nee, ik heb er niet over nagedacht. Je zet Slimmer dan. Voor een manje voor een man die sport is, hij niet weet. Op dit Ja, maar Mijn, mijn Maar wat wil je zeggen? Oh, wat wil je zeggen? Wat wil je zeggen? Nee, 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 je Wat dan praten? Niet lief. Maar wat wil je zeggen over mijn club? Oh je zegt, jullie zitten nee, nee. jullie, <laughs> zit ook, jullie zit ook diep hè. Ah nee, we hebben toch goed oh, wat? We staan top drie en we gewonnen van Arsenal. <laughs> oh, je. Ah oh, broer. Rustig en, uh, hè. waar hebben jullie dan in Champions League? Wat hebben jullie dan in Champions League. Wij hebben uh, twee keer vrij gewonnen denk ik, drie keer. <laughs> hij, hij, hij heeft het gezegd en had door. Ah, shit. <laughs> dat is niet serieus, ja, ja, ja. maar ik besef zo'n grote Net Nee, toch, wacht maar. Most nee, maar ik vind broer. het raar dat Company vertrekt, omdat hij was toch iets aan het opbouwen en hij had, hij had het gevoel dat het, licht aan, dat het licht was aan het einde van de tunnel en dan vertrekt hij. Mm -hmm. Ik vind dat ook een, een heel raar signaal. Ja, maar ik, ik, ik had ook gezegd op de show, maar ik denk gewoon dat hij had iets verwacht dat hij die beker van België ging winnen. En hij dan vertrekt met een trofee van: kijk, ik heb een trofee gegeven. Een paar nieuwe jeugdspelers en zo, een nieuw type van voetbal. Ja. Nu kan ik de volgende stap voor mezelf gaan maken. En daar heeft hij zich een beetje miscalculeerd van: je ja, we moet wel eerst die finale winnen, denk ik. En ik denk dat daar een beetje het probleem was ja. met uh, een fans. Ja, man. Maar aan de andere kant, ik zie niet wie Mazu zou kunnen vervangen. Dus. Nee, dat is uh, Ik denk dat hij ook het maximale uit had op dit moment. Ja, dat denk ik ook. Af. Hij moet gewoon in een 4-3-3 spelen, ja, broer. Je hebt, je hebt maar daar is, de spelers, maar voor. Is, het is, het Ja, Als hij de spelers wordt, ja natuurlijk nee, niet, ik, nee, nee, ik slaat aan. <laughs> mijn hoofd man. is heet. Je hebt, hebt volgens mij al geen linksbak. Wie gaat er op linksbak spelen? Bloo gaan niet vinden. We gaan niet vinden. Ah, maar gaat vertongen. Dit niet een beetje helpen? In, in België in, in Belgi kan Vertongen op Maar je kan toch. Nee, nee, dat is niet waar. Je, dat je niet kan waar, toch dat mee. Je, wel, je wel. kan nee, toch nee, mee, Met Delcroix als defensieve back. Hij moet gewoon niet opkomen. Nee, nee, dat is ook niet waar. Ja. Ik zet. Ik zet uh, maar okay. zo spelen ze sowieso in balbezit. Ja, hè? je hebt gelijk. Linksbak is een probleem, dat is waar. Ik geef het je. Ja, maar ze spelen sowieso in balbezit. Maar we al. spelen rechts met Murillo. Nee, we gaan even snel. We spelen rechts met Murillo. De baas, de Vertongen. Uh, oh, dat was goed. Links, wie? <laughs> links gaan we iemand vinden. Zes, Jawara. Hashimeru. Versjari? Nee. Flank, Rafael. Amouzou? Nee. Hij is al bij de echte? Nee, Tuurlijk 8e, wel, Rafael. Ah, 4-3, nee. sorry. 4-3, ja, 4-3. Dat is 4-2. Rafaëllof? Ik wil hem ontwijken, man. Haha. Trebel, trebel. Nee, als trebel fit is het trebel. Trebel als je meer wil, die Toch niet? Vier, tien? Nee, 8. Nee, nee, twee achter. De echte 3-3. Loopvermogen. Dan zet ik links Duranville, rechts Amouzou, Spitz Silva. Mijn eerste wissel is Despacito. Mijn tweede wissel is Troikes. Ja, <laughs> wissel is truikkes, en mijn derde wissel is Sadiki. En daarmee doe ik het heel seizoen lang. Linksback okay. zet ik Sardé niet erg. Nee, nee, Met nee. zo'n ploeg. Amastadel, hij kan nee. toch? Hij kent zijn buitenkant. Weet je wie linksbak kan spelen? Van Kronbrugge. Oké, okay, hoe zie je het aan de licht? Hoe zou je aan de licht ideaal opstellen? Nee, maar ik denk dat ze het sowieso niet slechter zouden doen in die opstelling, maar er is gewoon geen linksbak. Nee, dat is waar. We gaan eentje in de jeugd vinden. Ja, maar dat doe je. Ik zeg toch qua daar, bro. We gaan eentje in de jeugd vinden. Kijk nee, hoe nee, jullie dus... opbouwen dit nee, jaar. Nee, nee, nee. nee, nee, this this nee, this nee this Kijk hoe jullie opbouwen. jullie opbouwen is 4 2 Maar dat is hoe zij opbouwen, dat is nu ik ga opbouwen. Wij gaan kijken. We gaan opbouwen, gaan opengaan. Jawara gaan naar hier komen. Ashimero en Trebel komen een beetje zo. Silva kan ook Amuzo gaan zo, dan kunnen de backs over wat? Bel mij, broer, bel mij. Nu is voetbal wel een leuke sport, hè? Huh? <laughs> En als na 60 minuten nog steeds 0-0 is, gaan we naar een 4 4 Despacito Silva. Raman? Despacito is Wie? de grapje naam die ik heb gehoord dit jaar. Echt een grappige naam. Ik denk dat het enige was, wat, wat na die goal dat hij maakte, dat de supporters positief aan het zingen waren. En hij had even zo die... Shh. Ja, maar dat vond ik ook. Ik, met, alle respect, oh, ja. met alle respect. Wat, wat vond je ervan? Ik, ik denk dat het vooral frustratie was voor zichzelf. Omdat het pas zijn eerste goal mag van mm. ja. Maar uh, ja, dat, is, dat is een boemerangje gekomen, denk ik. Hè? Dat is ja, mooi. Gemeen hoe hij lacht. Dat die... Nee, maar hij heeft gelijk. Ik heb niks mee aan de licht. Ik ben eerder tegenaan dan voorhandig. Waarom? Oh. Niet, niet omdat ik bij Brugge heb gespeeld. Want dat denkt iedereen. Ja. Maar ik, al van jongs af aan, dus mocht dat vooral aan mensen die mij goed kennen. Ja. Dat is juist voor zo'n dingen omdat anderen. Ze waren ook heel, heel lang. De beste boek van België, Het Instituut, 34 titels. Ik weet dat jullie een heel groot. De beste geschiedenis hebben van België. Verdierig, verdierig. Maar, maar. Jullie mentaliteit. Dit. Je voelt je zo beter als de rest, zo arrogant. En dat is al zo lang niet meer het geval. Gedraag jullie naar jullie stand op dit moment. Verdedig verdedig. Voilà. Ik, ik lees alle jeugdjaren dat je verloren bent. <laughs> ik lees dat echt. Alle jeugdjaren zo, dat je verloren nee, bent. Helemaal, niet, helemaal zelfs niet. Ik ik helemaal niet. niet. Je zei het zelf, we waren in de kleedkamer met prudom. En dan, hij zei tegen ons, we zijn al 38 jaar niet wonen. Ik snap dat, snap je? Ik snap dat. De leeftijd van ik Andy. Snap we moeten kijkers. arrogant maar zijn. Iemand moet arrogant zijn. Maar ik... Iemand moet het zijn. Iemand moet de alfa zijn. <laughs> maar ik hou ook een beetje van een gezonde arrogantie. Maar het is al zo lang op niks meer gebaseerd. Op niks. Daar ga ik akkoord mee. En daarom moeten ze mij een contract geven. Maar weet je wat die gast moet doen, die spits? In plaats van zo, die moet naar de goal lopen, die bal uit de goal halen en dan de binnenlijn sprinten. Dat moet hij doen. Nee, wat doet hij? Die hoor. ik heb gezien wat hij heeft gedaan. Die pakt die bal mee en die is zelfs tijd aan het trekken omdat hij niet wordt afgetrapt. Is dat het antwoord van vroeger? Nee! Dat is wat ik net zei, Jim! Dat is wat ik En ik, En binnen vind ik dat echt wel grappig. Zo diep zijn jullie gevallen. Maar gedraag je u hier nog, als ik coach word van Anderlecht, of sportief directeur, jij wordt mijn linksback. Pita. <laughs> maar ik kan tackelen, hè? Ik kan takkelen. <laughs> ja. bon. Laatste wedstrijd. Ja. Kunnen we naar de leuke topics gaan? Uh, Alex je had een mooie tweetje getropt op Twitter, waar ja. je zei: Er is geen Premier League. Ja. Dus je hebt twee competities gekeken, back-to-back. -back. Ja. Je hebt eerst welke competitie bekeken? De Bundesliga. En daarna Liga. En welke wedstrijd moesten we kijken in de Bundesliga? Leipzig Dortmund. En wat was de wedstrijd? 3-0. Was laat het een leuke zien. wedstrijd? Pff, heel moeilijk. Het is dubbel. Hm. Want ik heb heel veel talenten gezien. Hm. Ik heb heel veel leuke spelers zien spelen. Hm. Maar ik heb niet per se genoten om naar die wedstrijd te kijken. Okay. Kan dat? Dat kan. Check. Dat was heel raar. Andy? Hetzelfde gevoel. Ook ook gewoon... Altijd nadoen. Jongen. Nee, nee, nee. <laughs> waar gewoon... je op school ook zo altijd <laughs> kopiëren van een <jouw> buurman. <laughs> <laughs> ja, als hij iets was, hey. wel. heeft in de keer een eigen mee gemaakt. Hij heeft het alleen al. Ja, gemaakt. Dat is grappig. Dat is echt grappig. Waren je had toetsen zo nog met, met zo'n typemachine? Je kan niet je kan niet ah, zijn. Nee, ik moet bakken op mijn leeftijd. Sorry, 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 sorry. Ik trek het wel mag door. Niet, niet. Nee, ze moesten dat doen zo met. Bij... even oud, ik snap dat Nee, dat niet. zijn we niet. We zijn ah, ben je ook 35? 35? Nee, 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 nee. Nee, maar nee. ik vond Dortmund echt wel wow, heel zwak, man. Dortmund maar ze hebben wel veel geblesseerd, ja? Ja, was afwezig, want Haller is er niet, ADM speelt niet, Hazard is er niet. Ik denk dat er nog een paar geblesseerden waren. Maar op papier, de elf die er stonden, waren wel nog. Ja. dat was nog een goede ploeg. Ik was enorm onder druk van één iemand. Bellingham? Nee, Soboslai. Bellingham? Jude? Niet normaal. Die is twee klassen beter als zijn ploegmaten. Die verliest geen bal en die is 19 jaar tussen en drie. Ja, die is... Real oh, oh, gaat die halen. Is dat zijn lastige? Ja? Sowieso, dat is de volgende. Ja. Real gaat die halen. Dat is halen, de volgende man. Galactico. Ja, ja hij is blij. Sowieso, dat is de volgende. Kijk naar ons middenveld. Ik heb hoe noemt hij? En dan Bellingham. Uh, ja, man. We, als de geen... volgende die Real haalt. We geven Casemiro weg voor 50 miljoen aan, uh, aan een subtop in Engeland. <laughs> 50 miljoen? Wat een bezaar. Lissenslaus, zullen we nog 20 miljoen? Je, je kunt wel klaar zijn. 70 <laughs> miljoen. En we gaan een nieuwe halen voor, die dubbel zo goed is voor 100 ja, miljoen. Oh, Bellingham is ongelooflijk. Niet normaal. Dat is echt een genot om naar te kijken. Voor Alleen voor hem zou ik naar Dortmund kijken. Voor de rest was Dortmund wel inderdaad heel zwak. Doelpunt van Tjulu Tjulu Boslijn. Ja, man. Bruh. Ee. Bedkampen. Heb je ook zo'n trap? Nee, 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 nee. nee, nee. Nee, 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 dat is dom, man. Ja. Maar ik had wel zo in die wedstrijd. Um, ik, ik heb vooral naar Werner gekeken, omdat ik zoiets heb: dat hij weg is van Chelsea. Ah, ja, zo van doe het nu. Ja, hoe doe je het nu? Chelsea. En ik heb echt zoiets van: als hij zelfvertrouwen heeft, prikt hij weer 30 keer. Ja, okay. Die heeft echt de beste looplijn Niet normaal. Want, die is nooit offside, site hè? Nee? Ah, die ene, zo, hij waar hij net nooit offside loopt en dan G, ja. Hij is nooit offside, site hij is altijd weg. Hij heeft heel, heel veel 1 tegen 1 situaties. Maar je ziet daar iets niet. Hij, mee moet, mee. Gewoon de, uh, hij moet gewoon die laatste fase moet die echt de juiste, de juiste keuze leren maken. Maar hij is precies zo. Je ziet hem of nadenken, of ah shit, of ah, ik moet. En als daar uit is, denk ik dat hij in Duitsland weer echt 25, 30 goals scoort, man. Maar zijn looplijnen zijn ongelooflijk. Snel quiz: Welke rol de Duivel speelt bij Dortmund? Hazard, ah, Meneer. Oké. Okay. Uh, Beide? Ja, je hebt gelijk. Wat is het maak je, probleem dan? Nee, ik ga van winnen. We zien heel veel... Trans we zien een influx van de Rode Duivels ah, nee. naar... Het. <laughs> ja. Ik wist dat hij dat woord niet gebruikt. Na de Pro um, We zien dat Vertonghen is gegaan naar uh, Anderlecht. We zien al de wereld nu bij um, Antwerp. Boyata is vertrokken naar Brugge. Naar Brugge. En we hebben Nassar ook vandaag gezien bij Westerlo. Um, welke... Heeft dit een impact op de nationale ploeg? Op de nationale ploeg? Ja. Positief ja. of negatief? Negatief. Negatief. Waarom negatief, meneer? Omdat, spijtig genoeg, toont dat aan, of geeft dat aan, dat die jongens in de clubs waar ze waren, of in de competities waar ze waren, niet meer basisspelers zijn, of niet meer het niveau hebben om week in week uit basisspelers te zijn. Dan moeten zij terugkomen naar de Pro League? Ik heb niks tegen de Pro League, maar het is wel een teken dat al die jongens, een stapje achteruit aan het zitten zijn en dat kan ouderdom zijn, maar het is gewoon een feit. Is dit het officiële signaal van het einde van de gouden generatie? Hm. Uh, ja, is dat niet al een beetje gestart? Dat einde? Ja, maar nu zo van, dit is nu voor mij zwart op wit van, het is. Nee, want ik denk wanneer Alderweireld naar Qatar ging en, en Jan ging naar Benfica en dat was voor mij al. Ja, maar ik denk wel bij, oké, okay, ging. Het is nou Jan, Jan vertrekt van. van van uh, sorry Mike, van Spurs naar Benfica, waar hij ook nog savages, lifestyle, komt die is nog degelijk. Ik denk bij al de wereld dat hij nog het niveau had om bij Spurs te gaan spelen, maar gewoon kiest van, ja kijk, mijn carrière gaat bijna ik gedaan Ik moet zijn. money maken. Ja, hij moet money maken. Wat ik respecteer. Uh, met Chadli ook, hij vertrekt ook naar het buitenland. Ik ben vergeten naar waar. Turkije? Basisch, ja, ja, Turkije. Ja. Nu, als je vandaag wel ziet, en wat ik wel geloof, is dat die jongens wel, als het nodig is, nog hun niveau kunnen opkrikken. En dat heb ik vandaag ook gezien met Chadli, en, en hij speelde maar een uur en oké, okay, hij was sneller vermoeid. Maar je merkte wel van hoe, dat hij, de man, hoe dat hij de bal aanneemt, mm -hmm. kaatst, lichaam gebruikt, want dat zijn ook kleine dingen. Zie je er nog steeds wel van. Het is nog steeds een groot niveau voor tussen hem en de gemiddelde speler in de pro-league. Alleen ja, je gaat naar een lagere competitie, maar ik geloof wel dat die jongens, zeker voor een toernooi nog, wel het ja, niveau die kunnen je nog, kunnen nog een laatste WK geven ik, ik denk een Chadli fit kan inderdaad nog een... Goed laatste WK geven, maar daarna zal het voorbij zijn voor die generatie. Dus daarom, als je zegt, is dat een positief of negatief teken, naar de toekomst toe is het negatief. Ja. Ze zullen wel nog daar zijn op dat toernooi. En ik denk dat dat ook daarom is dat ze die stap maken. Ze denken dat nou... dat toernooi zo vroeg is. Van, we gaan allemaal fit zijn, we gaan allemaal spelen, spelen minuten, 90 ja. minuten in de benen. En dan gaan we naar dat toernooi en we, we proberen nog één keer te knallen. Maar het is wel gewoon een feit dat daarna een nieuwe lichting moet komen. Maar... Als speler, dan is het dan een positief signaal voor de Pro League dat die speels dan, dan, dan wel afzakken? Of is dat eigenlijk van ja? Ik denk, nee, dat, ik denk dat, wel. dat wel. Anderzijds geeft het ook aan, uiteraard, dat je merkt, zoals je er juist zei, dat hij op training gezien, kleine dingen, dat hij een bepaald niveau heeft gehaald of haalt en dat hij een ton aan ervaring heeft. En voor ons, is dat, voor ons als ploeg is dat enkel alleen maar goed, omdat hij dat allemaal kan je ziet ook hoe hij direct spreekt met jonge spelers, dat hij kleine dingen aanhaalt, meer communicatie. En maakt dus gewoon door al te zijn 5% beter. En dat is sowieso een meerwaarde voor ons en voor de ProLeague. Mm -hmm. Maar ik begrijp ook wel het punt dat het aangeeft dat het feit dat ze terugkomen, dat, dat het waarschijnlijk niveau hoger of twee niveaus hoger, dat, daar, dat ze daar inderdaad niet elke week meer kunnen presteren wat ze daarvoor presteerden. Mm -hmm. Maar dat ze nu gewoon aan hunzelf denken en zoiets hebben van, ja, we willen 100% fit zijn en in een wedstrijd fit zijn voor het WK. En op dat vlak vind ik het wel goed, maar het zal inderdaad waarschijnlijk wel de laatste nee. dan zijn. Maar voor de ProLeague vind ik het wel sowieso goed, omdat zij zeker wel nog... Minstens twee jaar of meer voor andere jongens denk kunnen geven aan de ProLeague op een hoog niveau, ervaring kunnen brengen, jonge spelers kunnen begeleiden en ook een beetje meer licht schijnen op de ProLeague. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Ik denk dat de pro-league ook de laatste jaren wel gegroeid is qua niveau en qua talenten die worden doorverkocht naar een Premier League en al die dingen. Dus voor de ProLeague is dat wel uh, super belangrijk, denk ik, en een positief punt. Maar mijn vraag was, is dan daar een rode duivel? Nee, bij Chip. <laughs> ik heb nog een vraag voor Andy. Raskens is een voorstelling? Maar daar. <laughs> ik <laughs> Andy, <laughs> ik heb wel een vraagje nu. Mm -hmm. Want als we kijken naar hè, wie dat de basiscentrale drie verdedigers gaan zijn voor de nationale ploeg, hadden ah, wij speel bij Antwerpen. Witzel gaat spelen. Sowieso. Nee. Vertongen. Gaan ja, we Witzel in het midden houden? Nee man. Die speelt nu Atletico van achter. Wie gaat daar in het midden zetten? In het midden. We gaan iets vinden broer. Jury. Samen met. De ah, ik denk niet dat Juri gaat spelen, man. twee man ah, Ik denk niet dat Juri basis dan. gaat spelen. Ik denk dat hij, de, hij gaat met twee spelen zo weer. Dus hij gaat de bruinen zetten. Naast hem gaat hij. Nee, ik denk niet dat Juri. Ah, de bruinen toch lager? Wat? Ah nee, hij gaat de, de of shell ja, ja. Nee, ik denk dat niet. De ik denk dat niet. Denk Juri misschien uh, gaat hij op die onana trein stappen. Ja, die gaat zoiets doen. Ze. die gaat zo Onana. Samby. Zambi als niet genoeg. Maar het kan wel zijn nu dat Amaparti komt terug volgende week. Mm. Misschien Leander, maar ik weet niet hoeveel hij gaat spelen. Maar hij speelt ook zou, centraal van achter. Ik he? zou eerder Leander van achter zetten en Witzel in midden houden. Ja? ja, maar ik denk dat Witzel het echt gewoon aan het doen is bij Atletico. En dat ze daardoor wel misschien gaan denken: van ah, zet hem maar toch van achter. Uh, maar ik denk dan, ja, De Bruine plus nog iemand op middenveld. En dan gaat, eh, door. Van voor. Ja, maar die speelt echt niet, hè? Nu wel, terug nu wel. Ja. hij speelt wel gedaan, Hij is gewoon bekken. Shaky, man. En hij heeft toch gespeeld? Uh... Shaky, man. Ah, welke wist het, was het man? Ah, als Aster Franks gaat nu twee maanden knallen bij Milan en dan staat het. Ja, hij, nou, hij staat ook niet. Hè. En is het niet een Europese ja, uh, lijst van, van, van Milan? Hè? Nee, ik kunt echt niet wie hij naast hem gaat zetten. maar Ik denk, man, ik denk man, dat man. Witzel, Witzel op de. Op de... Mangala eigenlijk? Nottingham. Uh... Nottingham. Eh, Not denk, denk Komt toch juist man. van blessure, als ik me niet vergis? Ja, ja, die guy is ook altijd geblesseerd, met respect. Hè. Ik denk dat. En hij is ook hard ah, Ik had heel graag Lavia gezien, maar ja, die is nu uitgevallen, ik weet niet voor hoe lang. Maar die was echt goed begonnen aan de competitie, man. Is Lavia ja. of Lavia? Ja. Ik weet niks, zeg la we okay. Wat dit doen? Oh. Nee, is gewoon een vraag. <laughs> het is gewoon oprecht gewoon een vraag. Maar mijn vraag was naar Andy toe. Daarna heeft hij geen club. Vertongen zit in België en Adewale zit in België. Is dit de basis 3 die je verwacht op het WK? Martinez kennen we wel. Dus geen theater? Ja, die gaat waarschijnlijk misschien een fase of zo meenemen. Maar de, op de bank, of, of, of een theater op de bank of zo. Of misschien nog van Heusden, omdat hij nu toch wel zit te spelen. Maar ik verwacht niet dat hij een van de, de jongere verdedigers eigenlijk in de, als basisspeler gaan zitten. Als gewoon, basis dat is, denk ik ook niet. Ja, dat is Martinez. Die, die, rekent, die rekent gewoon op, op de mensen die hij altijd heeft gehad. Dat mm -hmm. hebben we ook altijd gezien. Ook gewoon in die Nations League. Ja, hij was wel een beetje aan het roteren. Maar je zegt wel altijd: een wereld was aan het spelen. Vertongen was aan het spelen. Dus altijd een van de twee. Van de drie was er altijd twee aan het spelen. En dan ja. is er een jong guy ernaast. Maar zou de geld doet Boyata het nu heel goed bij Brugge. En dan speelt hij gewoon. Ja, maar dat heb je is nog steeds zoiets van. Allez, mijn issue, om het zo te zeggen, is nog steeds zo van. Ze komen van, van, van daar een beetje allemaal. Ze hebben een beetje echt op hoog niveau. En, en België is iets lager dan wat ze gewoon zijn. Dus, eenmaal dat, ze, dat je gewoon terug, in, in, uh, allez, terug bij de Rode Duivels bent, is dat weer zo'n hele mix op van niveaus. Je? je hebt zo de De, 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 de Bruines die er nog steeds zijn, de Hazard en zo. Maar dan heb je hebt wel een verdediging dat zo. Uh, je? Ja, man, aan de kant bij, gaat dan wel Champions League spelen. Die hebben ook goede ploeg in hun groep. Dus die gaat, wel, uh, die gaat wel gewoon, denk ik, op niveau. Ah, die gaan wel op niveau blijven. Het is niet dat zij negen maanden hebben voordat het WK is. Hè. Dat is maar twee maanden en dan, dan spelen ze. Dus dat gaat. Uh... Maar ik vind het, één dat ik echt spijtig vind is van Heus, de man. Met al die blessures die hij heeft gehad. Hij heeft ook ja. kruisbanden gehad. Um, ik denk niet dat hij dezelfde lichting is van, dan nu als jongen. Uh... Nee, 90 hè. Ja. Van hij He He is. Nee, 90. Ja, 22, 23. 23. Maar dat is, wel, dat is wel zo een van die jongens waarvan ik dacht: van ah, die kan echt. Nog steeds. Die jongens gaan opvolgen, weet je. Ik hoop het echt dat hij, dat hij fit genoeg raakt. Maar die heeft ook twee keer kruisband gehad. Ja, hebben. en ik denk nog, nog een beetje kaakbeen en meniscus. Eh, niet, niet zo goed. Echt zo, man. Maar, allez, hij is nog steeds jong, maar op die jonge leeftijd ook al zoveel hebben meegemaakt, is dus nooit, uh, nooit goed natuurlijk. Ja, dat mentale verhaal van blessures is echt wel iets dat mij interesseert. Ik denk ook, ik zou graag eens zo'n een episode doen met, met um, een, een dokter of fysioloog of kinesitherapeut of whatever. Um, over die blessures. Als in, is er een reden dat. dat lijkt. of dat voelt zo aan dat dat vaak gebeurt. Zo kruisbanden maakt het wat voor. Uh, moet het echt een, bij een bepaalde club zijn. of mag je het iemand. nee, gewoon iemand die. die er expertise in. die er expertise Ja, is. Ik heb het gevoel dat kruisbanden. Zo, is dat specifiek aan voetbal? Dat zijn zo'n vragen die ik heb. Zo. Ja. Okay. Het is tijd voor Brian, een tactische minuut. Oh Brian, vertel eens over je een tactische minuut. Ik heb, uh, <laughs> Dus we waren woensdag samen de wedstrijd aan het bekijken van uh, Bayern München tegen Inter, uh, waarvan ik toch wel zag, tussen ik had het over een nagelsman die uh, heel flexibel is met zijn systemen en dan die ik een beetje de rol van Leroy Sané een beetje bekeken, um, omdat hij ook een zware bezoek had twee jaar of mm drie -hmm. jaar geleden, um, ook een beetje is verloren, maar nu toch wel terug weer aan het vinden is. Um, dus ik was een beetje aan het kijken van oké, okay, wij zijn rollen rol een beetje geweest door daar heen? En hij heeft dan eigenlijk twee echte rollen gehad. Um, rol nummer één was pure winger. Wanneer hij dus bij City speelde, was hij echt wel, ik denk ook wel een van de meest. Um, de, een, een van de beste City Blue die we hebben gezien was toen met Sterling op rechts en ja. Sané op links. Ik vond hem geweldig. En Aguero ja, de punt. Ja, heel wijd. Ja. En altijd tegen de lijn. En en altijd achter de lijn. Achterlijn. Huh? Dat was echt ja. En dan is Pep een beetje beginnen met te gaan met switchen de van flanken, ja. maar ik vond dus eigenlijk dat Sane het beste was toen bij uh, City, maar nu heeft hij zich een beetje opnieuw uh, uitgevonden. Dus hier gaan we eerst kijken naar de posities van Sane bij City. Dan zie je dat hij heel vaak tegen de flank moest gaan plakken. Dit was uh, de Champions League wedstrijd in 2016 2017 tegen Liverpool, uh, waar ze denk ik uitgeschakeld raken en dat Liverpool naar de finale gaat, als ik dat goed hebt herinnerd. Um, hier is het tweede beeldje, dus ik ga even aanhalen hoe breed hij moest staan bij Manchester City. Kunnen we snel doorgaan? Plaatje nummer drie. Hier is het bij Bayern. Um, dit was vorig jaar in de groepsfase tegen Barcelona. Uh, en hier speelde hij wel als een gebruikelijke flankspeler onder uh, Nagelsman, maar dat is daarna dus veranderd. Hier hetzelfde. We zien onder staan. Um, daarna gaan we naar een nieuwe opstelling: uh, een 3-2-4-1. Uh, dus eigenlijk met 2-10 op het middenveld, 2-6. Uh, Twee echte flankspelers en in de spits uh, staat dan normaal in Lewandowski. Um, de flankspelers waren op dat moment Coman en uh, Genabri, en de twee tienen had hij eigenlijk als Muller en uh, Sane gebruikt. En daar vond ik wel van. Sane heeft wel een bepaalde kwaliteit, zeker, dat is de bal aannemen in bepaalde ruimtes en dan kunnen we doordraaien. Dus dat zie je hier. Hij neemt de bal goed aan. En heeft ook heel veel snelheid. En dat denk ik is gewoon bang om te zien. Ik denk, als je een flankspeler ziet vertrekken, dat is nog een ander gevoel dan als je een flankspeler naar je toe ziet lopen en dan nog eens gaan vertrekken. Dus wat hij heel vaak aannemen, doordraaien en dan een bepaalde 1-2 zoeken. Dat zie je dus hier. Hij draait door, loopt goed weg. Hetzelfde hier weer, gaat de bal niet krijgen, maar gaat een looplijn maken in de diepte. Dus wat ook heel gevaarlijk is met staan, is van, hij, is net, hij kan in de diepte gaan uh, lopen. En ook omdat hij dan dus een meter of twee meter eigenlijk al voer vertrekt, is hij eigenlijk al op topsnelheid wanneer hij aan de offside lijn gaat komen. Hier ook weer hetzelfde, loopt weer diep. En dan zie je zijn rol dit jaar een beetje bij uh, maar was er nu eigenlijk heel opvallend. Het, het was als start opstelling 4-2-3-1 bij Bayern, maar je zag eigenlijk Sane nooit op de flank spelen. Je zag hem nooit op de flank spelen. En dat was één speler die de linkse flank heel had dat was Alfonso Davies. Dus dan ga je hier zien de relatie tussen de twee speels. Onze linksflank die eigenlijk start op papier is Sane. En dan zie je onze linksback Davis. Maar hij gaat eigenlijk mee in de 16 gaan duiken. Twee redenen: Je gaat, want Inter speelde met 3-5-2, je gaat Dumfries altijd mee trekken naar achter. Dus hij aanvallend, want was is wel zijn, heel, zijn kwaliteiten bij Inter. Gaat hij meer kunnen doen. Maar wat heeft Davis daar Sane iets minder heeft. Hij heeft die presence voor het doel. Is stevig. Kan een kopduel wel winnen. En dan heb je dan ook verloren met Lewandowski. Maar Lewandowski was wel op een bepaald moment wel een target point voor Bayern München. Hier zie je het weer hetzelfde. Sane komt steeds in die vrije ruimtes te staan om de bal te gaan aannemen. Um, hier zie je dat hij ook gewoon vaak diepe looplijnen maakt. Dus hier ga je dan de looplijn zien die wordt afgemaakt. Hier zie je weer het verschil tussen Davies en Sane. Davies die weer een goede 10 à 15 meter hoger staat dan Sane. Gaat diep lopen en wat doet dat ook weer? Trekt weer ruimte weg uh, om de ruimte te gaan creëren op middenveld voor Sane. Hetzelfde hier weer. Het koppeltje Sane tegen Davies. Hier weer Sane die een looplijn gaat maken in de diepte. Gaat de bal jammer genoeg niet op tijd krijgen. En dan, uh, wat Sane ook heel goed kan, is de bal aannemen, doordraaien. Dat doet hij hier. Zoekt vaak dan de 1-2 op en gaat dan weer verder infiltreren in de 16. En dan het laatste. Hier zien we Sané starten. En dan gaat nu de doelpunt maken. Heel mooi doelpunt. Uh, de bal vertrekt vanuit het middenveld. Maakt een diepe looplijn. Goede aanname. Komt voorbij Onana en werkt af. En dan zien we hier weer hetzelfde. Tweede doelpunt. Gaat de bal weer krijgen in een pocket tussen twee spelers. Gaat doordraaien, zoekt de 1-2 op met command. Command kaat. En dan wordt er hier een ongel gemaakt door Dambrosio. Maar weer gewoon. Je ziet Sane vertrekt diep diepe looplijn en dat is het moeilijkste voor een verdediger is ja mannen die in uw blinde zones gaan bewegen Stanley komt daar heel goed binnen en dan is het het einde van de tactische minuut Ik denk dat dit keer ja. korter was uh, long term vision gang 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 uh, waarom <laughs> alles is niet goed ja, was een beetje tekse minuut Dus uh, Stanny die zijn rol een beetje heeft aangepast van flankspeler tot uh, ja, valse tien eigenlijk. Uh, de rol Advanced Playmaker. En dan zie je wel steeds dus dat hij ja, in die, in die randjes kan opduiken. En daar elk iets meer gevaarlijker kan zijn dan worden. Ik vind dat sinds inderdaad City, toen hij echt op links op de flank speelde, vond ik dat echt een van de leukste wingers die er waren op dat moment en altijd al. Maar hoe snel hij draait, is niet normaal. Ik denk de hoofdreden dat je dat hem daar nu zit is voor zijn statistieken. Dat hij, ondanks dat hij bij City ontzettend leuk was om te kijken en die ploeg wel oké okay, well okay stadstelde, moest, moest hij er veel meer uithalen denk ik, qua statistieken. Ik denk dat hij nu in Bayern dat wel vorig jaar al, maar dit jaar nog meer, denk ik. Door veel meer centraal in die positie te komen, gaat hij veel meer goals maken. En hij heeft ook een geweldige trap tegen Daarom Echt een Daarom. mooie linker, vrije trappen. Maar dat is, een, dat is echt een speler die ik zo. Ik denk dat daar nog veel meer in zit dan wat we nu zien, denk ik. Hij is nu op maar 25, denk ik toch? Ja. Kan echt, die, kan, die kan echt voor mij top 5 zijn op een bepaald moment. Ja. Hij heeft echt alles. Man. En wou ook deze zomer vertrekken, omdat hij zich toch niet helemaal thuis voelde in uh, de Duitse competitie. nou Dan zijn we terug bij City. Hij heeft ervoor wel daar gespeeld met, met Schalke, maar hij wil toch wel vertrekken. En voor mij als United Fan was van ja, bro, haal die guy gewoon Ja, maar, Jullie willen dingen tekenen aan jullie. Bon, uh, <laughs> we doen de WS Wally van Andy Kisema. Uh, ik weet niet of je de Wies Wally kent. Dan mag die dat eventjes uitleggen. Dus uh, wat ik doe, is ik beschrijf het parcours van een bepaalde speler. En met je buzzer moet je eigenlijk gewoon raden wie de speler is. Je mocht maar één keer raden. Ja. Dus uh, eerst. Wat is jouw buzzer? Ik speel linksback. <laughs> wow. Heb je een idee voor een buzzer? Dan mag ik Fuck Brian zijn of zo, maar ik weet niet of dat jij. Dan speler fuck Brian zegt. Ja, want uh, long term vision bro. <laughs> <laughs> nee? gewoon max. Nee nee nee, wacht, ik heb eentje voor u. Oké, okay, doe jij eerst en, doe, en ik heb eentje voor u Wacht, wacht, wacht. Ik heb eentje voor u. Mijn buzzer is fuck Brian dan. Oké. Okay. Nee, ja, Champions League. Ah, sterk, sterk, sterk. sterk, sterk. Nou ja, is Pak maar, Sterk. Oké, okay, let's go. Dus mag maar één keer raden. En dan komen drie spelers. Ah ja, van mij, echt. Want dat hebben we vorige week ook gehad. Eerst je buzzer dan het antwoord. Ja, nee. want, want er was iemand hier, Wassim, die <laughs> eerst het antwoord zei en dan zei hij zijn buzzer en het juiste antwoord, en dus, om dat een beetje te vermijden. Want het was echt ruzie. <laughs> <laughs> is geboren. Ah, hij is van ah, die man. 21 mei 1986, dus is nu 36 jaar. Ah, geboren you. is Slavon, Slavonski brood. 1,90 meter. Uh, zijn jeugd heeft hij gedaan in Marsonia en in Slavonski-Brod ook. Maar in Marciona uh, is het waar hij zijn eerste contract heeft gekregen in 2004. Hij heeft daar een jaartje gespeeld, uh, 23 bestrijden en 14 doelpunten. Het was goed eigenlijk om direct naar een van de grootste clubs van het land te gaan. Niet Dynamo Zagreb, maar NK Zagreb. En hij heeft daar twee jaar gespeeld, van 2005 tot 2007. 51 wedstrijden, 14 doelpunten. Maar de 14 doelpunten kwamen eigenlijk pas in het tweede seizoen. Het eerste seizoen had een grote blessure. Nadien is hij naar de grote rival gegaan, Dinamo Zagreb. Van 2007 tot 2010 heeft hij 81 wedstrijden gespeeld en 42 doelpunten. En met dat laatste heeft hij eigenlijk een mooi transfer kunnen versieren naar Duitsland. Van Brian Manzukic. Ja. Ik wist Marconi, man. Nee, ik zet mijn broek op. Maar <laughs> broek of bril? Het mag niet, ik begonnen. Oké. Oké. Nee, dat is geen ik ben de kampioen van vorig seizoen van dit spel. Het Hij had wel een trage start, maar hij is terug op aan het komen. Ja, bro, je deed te veel stoer, man. <laughs> Niemand is stoer. Je deed allemaal stoer, hoor. <laughs> nee, ah, hoe je niet uitleggen, hoe je niet uitleggen <laughs> wanneer je doorgaat en zo, ja, want dat doe je ook altijd als je verkeerd gokt. Nee, hij was niet verkeerd nu. Nee, nee, maar hij doet altijd zo. Maar hij snapt niet hoe het spel werkt, Niks de Tweede speler. Geboren op 20 maart 1985. Dus ondertussen 37. Hij is geboren in Brugge. Hij is een meter 88. Is toch niet zijn ploegmaat? Nee. Oh, Heel zijn ja. jeugd heeft hij in Brugge gedaan. In 2004 heeft hij zijn eerste contract getekend, maar niet in Brugge. Hij heeft voor Gent getekend. Champions uh... League. Ja. Nicolas Douglas.

ik ken nog tien jaar over sinds Petersburg beginnen en dan uh, ja. en dan nu assistent ik, en dan ik, ik, van die hele ja. drama <laughs> Ik kocht daar kort Sorry ik kon, sorry ik kon sorry dat sorry niet hoor, Sorry hoor. Sorry, hoor. hoor. Sorry. Hij, sorry. hij is nu assistent onder van Sorry uh, Dat was zijn laatste sorry <laughs> Sorry Waarom niet? Waarom niet? <laughs> ja, Sorry niet? niet sorry 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 Oei, laatste. De laatste hè. Geboren op 9 april 1987, 35 jaar. Geboren in Toulouse, 1,80 meter. Zijn jeugd heeft hij eigenlijk in alle lokale ploegen van Toulouse gedaan om uiteindelijk wel naar Parijs te trekken. In 2001 speelde hij voor Créteil voor drie jaar. En dan van 2004 tot 2005 heeft hij voor Troyes gespeeld. Voor wie? Troyes. En daarbij heeft hij eigenlijk pas zijn eerste profcontract gekregen in 2004. 2005, sorry. Hij heeft er twee jaar gespeeld, tot 2007, 67 wedstrijden en vier doelpunten. Goed genoeg eigenlijk om eigenlijk naar een iets sterker, sterkere ploeg in dezelfde competitie te gaan. Saint-Etienne namelijk. Heeft hij 2007 tot 2011 daarbij gespeeld. 132 wedstrijden. En eigenlijk in zijn laatste jaar heeft hij zo'n goed jaar gehad dat hij naar een van de grootste clubs van diezelfde competitie ging. Namelijk PSG. Hij heeft voor PSG zes jaar gespeeld, voor 2011. Ik speel linksback Adil Rami? Nee, nee, hij is langer. Pieda. Adil Rami, wat zeg je, man? PSG, Zes jaar PSG, Adil Rami. Ik weet het niet, man. Ja, man, dat is paniek, man. Dat ja, is paniek, man. <laughs> Spaniek, man. Hij heeft voor PSG in die zes jaar 203 wedstrijden gespeeld en 23 uh, doelpunten gescoord. En dat hij zoiets van weet, dat is genoeg. Goed. Ik wil eigenlijk iets anders en is hij naar Juventus vertrokken. Voor Juventus heeft hij drie jaar gespeeld: dus zeven, 2017 tot 2020. Met uh, 98 wedstrijden, zes doelpunten. En nadien had hij uit van het is genoeg. Ik denk dat ik moet even, uh, een beetje money gaan verdienen. En is hij vertrokken naar Inter Miami. Ah, ja, Piet ja. Uh, Nee. nee, nee. Ja, ja, blijf Matwidi. Piet oh, ik, ik, ik moest gewoon wachten. Ja, ja. Ik moest gewoon wachten. Nee, ik moest gewoon wachten, ja, eigenlijk, man. Ja, ja. ja. ja, ja, ja. Zet, man. Je ja, dat de eerste ja. guest geweest? Nee, nee, nee. Dins had gewoon de vorige keer. Omdat je al zijn mat zat hier. Ja, maar dat telde niet. Maar Hoe dat telt niet? Hij heeft dat gezegd. Niet naar mij kijken, joh. Hij behalve, heeft dat behalve hem telt dat niet. Is dat dan de eerste guest? De tweede guest die? Was het Zinjogar Garo dat gewoon? Bij Zinjogar was ik er niet. Bij wie was dat dat je dat hebt gedaan? Ja, bij een ploegmat. Jij was er toen niet bij. Jij was er toen niet bij. Ah, Talk. dat maakt niet uit. Okay, de episode is hier. Er zat een guest en hij heeft allemaal ploegmaten van die guest. Dat is die waar? Ja, jowel, jowel. ja, jowel, jowel. ja. jawel, Ik heb hem in de jeugd gespeeld, ik heb dit, ik mem, dat. Was dat iemand van Gink? Geen... Was dat niet Sandy Walsh? Sandy Walsh. Ja, dat is met Sandy Walsh. Ja, ja, hij geeft. Brian twee... Heine. Hij geeft twee ploegmaten. Zie je dat? Ik heb liggen. Heb ik Brian Heine gezicht? Nee, het is. Peters of zoiets? Stef Peters. En nog eentje. Je ja, je twee al. Nee, dat was eentje. Ja, maar dat is je nee. mag komen voor de finale. Oh, nee, je, mag, je, mag, je mag zoveel vragen stellen als je wilt, ik de altijd luisteren. de, stoere, de stoere, dat is stoer, hè? Nee, nee, geef een geef public sheet. koop koop. Ah, face to face. Nee, mano a mano. Ik, zal, ik mij vraagstel. één vraagstel. Oké. nee, fuck me joh. Respecteer je, ja ja. Maar drie komen, Frankrijk is onder U17 met Benzema wereldkampioen geworden. Speelde nog, er speelden nog twee spelers. Sorry, er speelde, ja, er speelde nog twee spelers die heel goed zijn geworden. maar die niet het maximum uit carrière hebben gehad bij hem in de ploeg op dat moment. Mathieu van Boyden. Ja? 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 Je, je, je gewoon, als je ze allebei had. Wat? Benarfa Jeremy Menez? Wat? Vex? Vex? Broeter! Broeter! Maar ik heb ja. nee, nee, dat was de vraag. Twee spelers? Wauw heb zeg, maar één informatie. daar is mijn camera. Wat is mijn camera? Ik van Ik doe dit. Ik doe <laughs> dit. Milan, Milan. Roma. PG. Nog in Frankrijk. Bordeaux. Ik doe dit, Ik doe dit. Ik doe dit. Ik doe dit. Merci, merci. Pieter! Je nee, hebt zwart bewogen, mijn mic is gevallen. Nee, nee, ik ga het toevoegen op Facebook. Nee. LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn. Nee, Facebook, man. Deze vriendschap moeten mensen zien, wat? Wie ben je? Wie ben Wie ben Stop de als, als jullie, als jullie, als jullie, Alex en Turdix in Swan Barzin, bro, dan weet je goed. Bro. De link-up is gebeurd. Man. Bro, hey, wanneer dat Westerlo... Weet gewoon, als Westerlo wint, ik ben onderweg. Oh. De tijd dat je doucht en zo, ik ben daar, broer. Champagne elk weekend, broer. Zo, Hoe dat moet luid zijn in de mic. Sorry. Ach, goed, die ding is, op, is bij mij ik zit hier te roepen. Hij zit zijn levels al laag bij mij, snap je? Ja, sorry. Piet. Uh, laatste actueel puntje. Uh, er was een fan bij de wedstrijd van Barcelona tegen Cadiz uh, die een hartstilstand had. Mm -hmm. uh, vandaag is er weer iemand in Spanje onwel geworden in de tribune. Ik weet ja. niet meer welke wedstrijd. Um, ik weet toch niet welke wedstrijd, maar bij Barcelona weet ik wel dat uh, een van de keepers, nee, de keeper van uh, Cadiz uh, yes. naar de is gaan lopen ja. om een defibrillator te gaan pakken dan in de uh, tribune gegooid om dan toch wel de speler in leven te gaan halen. Dat is blijkbaar oké, okay, ja, die is supporter. Dat is het positieve daaraan. We um, zag ook wel heel hard dat de, de speelers van Barcelona ook wel ja, hoopten op een goed afloop van die situatie. Ja man, ik dat was aan natuurlijk... kijken, dat was heel gek man. Ja, dat is iets dat je niet moet uh, meemaken. De supporters, sorry maar de supporters waren eigenlijk aan het roepen of zingen samen mm -hmm. om de spelers en de ref te... Te stoppen. Ja, te, te laten doorhebben van hé, hey, er, er is iets aan de hand. Mm -hmm. En dat ze zo begonnen te kijken naar wat er gebeurde. Ja. Maar uh, dat heeft heel lang geduurd, man. Mm. Ik weet niet hoe de, de, de organisatie of de installaties in dat stadion van Cadiz zijn. Mm -hmm. Maar dat heeft fucking lang geduurd, man. Ook voordat ze die defibrillator halen. Voordat ze zo de brancard brengen en zo. Mm -hmm. Dat heeft echt 20 minuten stilgelegen of zo. En dat was heel raar. En ze hebben dan ook de hele tribune ontruimd. Maar zo. De, de traagheid waarmee dat gebeurde was zo wow. Dat is een beetje schokkend. Ja. Ja. Dus het is wel goed nieuws als die persoon inderdaad in orde is, man. Inderdaad. Um, boys, ik ben rond met mijn document. Um, als jullie nog vragen hebben voor onze linksback Tuur, dan mag je die zeker vragen. Uh, vanaf vandaag gaan alle persaanvragen voor gaan via mij. Ik <laughs> um, um... heb niet eens een perskaart. Dat is niet erg, broer. Ik heb dat niet nodig. Ik heb al gedaan voor andere rode duivels, dus we gaan niet stoer beginnen, broer, snap je? Uh, ik heb met je, um, ik moet al zeggen, de meesten gaan gewoon nezigen. Hè? Want het een beetje standing. een beetje standing, snap je? Uh, extra time Aster. Jij mag mij persoonlijk connecten, is cool. En voor de rest, ja, dat was het man, nieuwe besties man. Tuur, um, ik wil je eerst bedanken om uh, je etentje met je ploegmaat stop te gaan zetten. En dan toch naar hier te gaan komen. Want ik had echt oprecht verwacht van ah, we begonnen vandaag. Ja, ik denk zijn. Er de licht, bro. Ja, maar uh, hij is wel gekomen, man van zijn woord. moest ja, elk ja. vorig jaar komen, maar dan... Uh, moeilijke situatie. Maar je bent er eindelijk geraakt. Hij was een topgist. Hij was een Zeker. Uh... En je mag Andy altijd vervangen in de show. <laughs> Dat <is> dom, hè? <laughs> ah ja, wie is Wallis nu gewoon wie stuurt. Ja, broer, hij heeft een betere Weez Wally gegooid dan jij, vind ik. Als ik eerlijk moet zijn, hè. Maar ik ben een eerlijke persoon, snap je? Wie is een eerlijke persoon? Ik ben een eerlijke persoon. Nee, ik vond het ook heel plezant. Oh. Nah. See, en die man komt in DDP. wat? <laughs> <laughs> wat? Ah ja, ik moest nog iets aan Andy vragen. Uh. Juist. Ja. Ah, ja. Hij was zelfs vergeten. Uh, ah, ja, nee, dat nee, is yes. goed, maar hiermee gaan we afsluiten. Dus. Er was vorig jaar zo'n episode waar deze bijtips aan het praten waren over een bepaalde foto. Dat ze van mij hebben gezien toen ik 13 was met zo'n bal. En die was dit aan het leggen omdat die BO van een pipitood en die telegram. Wow, shit bro, telegram. Ik die t-shirt, ik heb dat vandaag speciaal aangedaan. Ik als dat niet herkend Ik kan ook niet herkend. Brian bedenkt. Natuurlijk bedankt. Team bedankt. We gaan Kine de foto bedenkt. in de edit steken. Uh, 2000... Kind van 2000 bedankt. Dit uh, is niet, dit is al lang weg. Oh, nog steeds bedankt. <laughs> <laughs> dit was een show. Tot de volgende keer. Reinact, kom morgen uit. Togas. Bouw.